Prachtig, Mubarak Begum, met dit mooie nummer, lieve mensen. Altijd een plezier om dat dit nummer te mogen luisteren. Kabhi tanhaiyon mein yu hamari yaad aayega. Prachtig. En we gaan, lieve mensen, deze middag rond deze tijd, 5:02, het gesprek voeren hier op de radio. En ik heb het genoegen om dat vandaag te doen met een meneer die lef heeft, die laat zien dat hij toch wel niet zwicht en dat hij gaat voor kansen en voor verandering. En dat is niemand minder dan de heer Robert Vishnudat, lieve mensen, die het initiatief heeft opgepakt om een beweging neer te zetten als het alternatief bij de verkiezingen in 2025 voor de Surinaamse gemeenschap. Hij wil breken met de oude politiek en hij zegt de Surinaamse politiek is toe aan een volledige metamorfose. Daar gaan we mee beginnen zo direct. Heer Vishnudat, Robert, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Meneer Kartaram, goeiedag. Luisteraars, goeiedag. Ja, fijn dat we jou op de radio hebben en dat we nu een tweede keer, dacht ik, gaan praten over jouw initiatief te komen met een nieuwe organisatie, een politieke partij wellicht, onder de naam Leefbaar Suriname. We weten dat leefbaar het begrip is geworden in Nederland, hè? En dat in vele steden uiteindelijk lokaal initiatief ertoe heeft geleid dat de politieke macht uiteindelijk door de lokale burgers van de gevestigde partijen is overgenomen. En hebben zij het bestuur gevormd in de lokale gemeentes. Er is een moment geweest dat, onder ander noemer weliswaar, maar leefbaar van Pim Fortuyn uiteindelijk de grootste is geworden in Nederland. Is dat ook het effect wat jij wil bereiken, om een omslag te brengen in de Surinaamse politiek, waarbij de burgers krijgen, de kans krijgen om voor eens en voor altijd te breken met de oude politiek? Meneer Kartaram, dat is in hoofdlijnen hetgeen wat ik en mijn medestanders nastreven. De ervaring heeft geleerd dat 48 jaar oude politiek het land niet vooruit heeft gebracht, geen nieuwe inzichten heeft opgeleverd, geen kundige leiders heeft voortgebracht en dat het als het ware nog steeds is draaien in hetzelfde cirkeltje. Dus zoals de heer Fortuyn het gedaan heeft, daar zijn wij grotendeels ook mee bezig. Alleen is het in Suriname toch een beetje een ander potje waarin geroerd wordt. Je zou bijna kunnen willen moeten zeggen, het is een heksenketel waarin geroerd wordt. Want de ingrediënten die in de Surinaamse politiek worden gebruikt om een soepje op te dienen, die zijn heel verschillend dan wat bijvoorbeeld in echte democratieën plaatsvindt. Mm-hmm. U weet, zelfs in een normale democratie streeft men naar eenheid. Men streeft ook naar hetgeen wat men belooft, dat men dat nakomt. Men streeft ook ernaar om mensen die rechtgeaard zijn alle ruimte te bieden om zich te ontplooien en het land verder te ontwikkelen. En er is geen politieke rancune die wordt toegepast. En daarnaast, een van de belangrijkste zaken die ook aandacht verdient, is dat alles in alle transparantie geschiet, dus ook corruptievrij, om het zo uit te drukken. Duidelijk. En het onderwerp corruptie, dat is toch best wel een pijnlijke, bittere pil voor ons, want recent is er nog een rapport verschenen waaruit blijkt dat men in Suriname niet transparant genoeg is en dat de corruptie toch hoogtij viert. Ja, we komen straks daar ook op terug. Maar laten we toch wel even vastpakken, jouw stelling. De Surinaamse politiek is toe aan een volledige metamorfose. Kun je ons meenemen, wat betekent die metamorfose en hoe ziet dan de nieuwe politiek eruit? Nou, die metamorfose is simpel uitgedrukt.
moet er gewoon een hele nieuwe manier van leiderschap komen. Dus de manier waarop leiding gegeven wordt aan het bestuur in dit land. Los van vriendjespolitiek, los van friends en family in Gasomador en los van corruptie. En daarnaast is het ook dat men de beste technocraten, al zijn de mensen nou niet van de partij of van de beweging, maar dat men gewoon de beste mensen inzet om dat land vooruit te brengen. Ja. En daarnaast is het ook belangrijk dat als je de juiste mensen op de juiste plekken hebt, dat je het systeem ook gaat omturnen. Dat wil zeggen wat eigenlijk gebruik is in dit land. En dan misschien met een voorbeeld. In het verkeer zie je dat als mensen rijden, zij die niet op de voorrangsweg zijn, die doen alsof ze voorrang hebben en die eisen het ook op. En vaak krijg je het omdat je geen aanrijding wil veroorzaken. Mm-hmm. Nou, dat werkt gewoon door in de politiek. Al zijn mensen niet geschikt, al zijn ze ondeskundig en al weten ze van tevoren dat ze die klus niet gaan kunnen klaren, toch worden ze geaccommodeerd, toch accepteren ze die functie. Hè, want we moeten niet alleen de schuld geven aan de politiek, we moeten ook de schuld neerleggen bij de mensen. Want als je van tevoren weet dat je niet deskundig bent en capabel, competent om iets uit te voeren, dan moet je die klus ook niet oppakken. Nou, en dat werkt weer demotiverend, want als je goede technocraten hebt in de regering, in het bestuur, maar het systeem functioneert niet, wil dat zeggen dat je de systemen moet gaan omturnen. Nou, dat is ook een aandachtspunt, dus systemen moeten omgewenteld worden. Maar het meest belangrijke om hiermee te starten is dat de bewustwording bij de bevolking eigenlijk naar een hoger niveau wordt getild. Men moet zich nu bewust van zijn dat men niet meer tegen iets moet stemmen, maar dat men voor iets moet stemmen. En in dit geval, als je praat over leefbaar Suriname, ga je stemmen voor iets dat nieuw is. Nieuwe leiders, integere leiders, deskundige leiders, mensen met een internationaal netwerk, mensen die meerdere facetten van het mondiale hebben gezien, mensen die weten wat effectiviteit en efficiëntie is, en mensen die daadwerkelijk gaan afrekenen met het onderwerp corruptie en met het onderwerp friends and family. Wat echte ondermijners zijn binnen onze democratie en binnen onze, ja, uiteindelijk gaat het door naar de rechtsstaat, naar de wetgevende macht. Dus het is een volledige ondermijning van de trias politica. En u ziet ook dat de uitholling van instituten, en dat is niet alleen bij de huidige regering, maar bij de afgelopen regeringen behoorlijk zijn beslag heeft gehad. Dus het is een helse klus die een nieuw bestuur, een nieuwe regering die gaat aantreden, gaat moeten uitvoeren. Maar goed, er is hoop, er is vertrouwen. Alleen ga je dus met de juiste en de beste mensen moeten doen. Je gaat het gezamenlijk moeten doen. En je gaat ook mensen in deze teleur moeten stellen. Want als je iets wil bereiken, kan je niet een ieder tevreden houden. Dus daar moet het kiezersvolk wel rekening mee houden. Van dat als je verandering teweeg brengt, dat dat soms wel met pijn gepaard gaat. Maar dan gaat het geen pijn zijn zoals mensen dat op dit moment ervaren. Want bijvoorbeeld, nu heeft Suriname, wordt gezegd, een op macroniveau een flinke monetaire reserve van over een miljard. Over de 1,1 miljard hoorde ik de laatste keer. Ja. Maar op meso- en microniveau, dus daadwerkelijk wat de Surinamer in zijn buidel voelt, wat hij ervaart in de winkel, wat hij ervaart bij de pompstation en ga zo maar door, dat is nog steeds behoorlijk belabberd. Ook in de medische sector ziet u dat, meneer Kartaram. Wachtrijen voor behandeling, zelfs urgente gevallen kunnen niet behandeld worden, omdat er een tekort is aan medische verbruiksartikelen. Daar hebben we het nog niet eens over het wegtrekken van kader in de gezondheidszorg. Maar u ziet ook dat de veiligheid in dit land behoorlijke proporties van disproportioneel geweld heeft bereikt. En dan hoeven we niet zozeer te kijken naar misschien de aantallen, want inmiddels heeft men wel toegegeven dat de criminaliteit gestegen is. Maar het gaat niet alleen om een stijging, het gaat ook om een verruwing.
Dus dat is een zeer belangrijke facet. Als je nou hebt 10 mensen die ergens inbreken en met wat gereedschap en een kip of een eend vandoor gaan, dan is dat niet zo erg dan 1 overval ergens of een inbraak, waar bewoners tot bloedens toe in elkaar worden geslagen of met houwers of messen worden bewerkt en in de ergste gevallen zelfs worden vermoord. Dus u ziet het, regie in de breedste zin van het woord, in de ruimste zin van het woord, om het zo uit te drukken, gezien over het geheel landelijke territorium van de Republiek Suriname, is in zijn geheel de verkeerde kant opgegaan. Ja. En dat gaat best een behoorlijke kluif worden, want wat is nou de perceptie en wat zegt het bevolk inmiddels? Nou, volgens mij, it's the same game, only different players. Dus the same movie, het is maar hoe je het wil benoemen. Het is nog steeds hetzelfde gebleven in het land, alleen met andere mensen. En als je het aan de doorsnee Suriname, die wat verstand heeft van politiek en van de economische situatie, dus mensen die meerdere regeringen hebben doorgemaakt, zeggen ze, nou, we hebben het nog nooit zo erg ondervonden. Want dit is eigenlijk een herbeleving van het tweede deel van de Rivotijd. Ja, kortom, zeg maar die politieke metamorfose is met name gericht op een bewustzijn, voornamelijk bij de kiezers, om te kiezen niet tegen, maar voor, en kiezen voor een politieke partij die zich wil inzetten voor een beter, integer bestuur. Dat is wat jij zegt. Dat klopt, maar ja. Wat wij ook gedaan hebben, meneer Kartaram, ja. Wij dachten wij gaan even efficiënt te werk. Ja. We gaan beginnen bij de spelers die daadwerkelijk die verandering teweeg moeten brengen. Ja. Wat hadden we bedacht? Los van het feit dat we met de hele samenleving in gesprek gaan en zijn, hadden we gedacht, laten we eerst met de politieke partijen van gedachten wisselen. Ja. En er zijn uitnodigingen verstuurd via diverse media. Ja. Er zijn uitnodigingen verstuurd via social media. Maar er zijn ook uitnodigingen verstuurd naar voorzitters en hoofdbesturen of dagelijkse besturen van politieke partijen. Ja. Helaas is gebleken dat deze partijen, alhoewel ze dagelijks met het woord beleiden, dat ze naar eenheid streven, dat ze naar samenwerking streven, dat ze naar het feit streven dat we het samen moeten doen en dat ze hun ego's aan de kant gaan parkeren, blijkt dat dus in de praktijk niet het geval te zijn. Ja. Wij hebben volgens mij in november vorig jaar, heeft u een interview opgezet en daar waren ook een aantal mensen van andere politieke partijen hebben geparticipeerd in dat interview. En ja. ook die mensen waren helaas niet aanwezig. Dus u ziet het, meneer Kartaram, het is dus niet alleen een kwestie van dat we het kiezersvolk bewust moeten maken, maar u ziet ook dat we de politieke partijen bewust moeten maken van het feit dat wat ze zeggen niet klopt, van het feit dat ze zeggen van oké, we gaan het samen doen dat dat niet klopt. Dus het is nog steeds een probleem in Suriname en bij iedereen met wie je in gesprek gaat, zeggen ze ook, het wordt een hell of a job om te klaren, want het zijn vaak de mensen die het wel met het woord beleiden, maar in de praktijk niet doen. En wij hebben dat nu letterlijk ervaren bij onze laatste meeting, waar de aanwezigheid van het normale volk groter was dan onze doelgroep, de politieke partijen. Ja, ja. Kortom, je richt je pijlen op meerdere doelgroepen, zowel de burgers als de bestaande organisaties die mogelijk openstaan om inderdaad het verschil te maken, om met hen in debat te gaan, in discussie te gaan, om gezamenlijk op te trekken en misschien wel ook een gedeelde doelstelling te formuleren om te komen tot zeg maar het aanbod van het alternatief bij de verkiezingen in 2025. En je zegt van de mensen die zeggen inderdaad afscheid te willen, tenminste de organisaties, die zeggen afscheid te willen nemen van de oude politiek, die heb je allemaal uitgenodigd. En met name zij reageren niet op je uitnodiging.
En dat vind jij teleurstellend? Wij vinden dat zeer teleurstellend, want meneer Carteram, wij hebben ervoor gekozen om niet in kleine kamertjes met een paar, met één of meerdere partijen te praten. Wij hebben ervoor gekozen om ons kwetsbaar op te stellen, maar ook om een leidende rol op te pakken, zodat het anders moet. Wij hebben alle partijen in het openbaar uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan. En gezamenlijk standpunten te formuleren die eigenlijk de verdere vooruitgang van dit land zouden moeten inhouden. Ja. Wij gaan dus ook het verschil maken. Waarom houden wij deze meetings? U moet het meer zien als consultatierondes die wij houden. Ja. Want mensen kunnen komen, mensen kunnen hun zegje doen. Wij notuleren. En wij gaan ervoor zorgen, los van het feit dat wij een strategisch plan hebben die wij doorlopen, ja, hebben wij ook voor gekozen om een verkiezingsprogramma op te stellen. En dat verkiezingsprogramma, dat wordt voor de verkiezingen gedeeld met de samenleving. Dus wij gaan geen beloftes doen die we niet kunnen waarmaken. Wij gaan zaken op papier zetten en dat gaan we verspreiden naar het kiezersvolk, zodat ze zien wat onze doelen zijn, welke acties wij voor ogen hebben om Suriname weer uit de slop te trekken en naar een hoger niveau te tillen. Ja. Nou, dus mensen gaan zwart op wit van ons krijgen waar we ons aan gaan moeten houden. En als dat niet het geval is, ja, dan moeten we onze conclusie trekken en dan moeten we misschien ook zeggen van luister, wij kunnen de klus niet klaren. Maar gezien de mensen met wie wij samengebundeld zijn, denk ik dat het niet zo ver gaat komen, omdat deze mensen wel daadwerkelijk deskundig zijn, daadwerkelijk hun leiderschapskwaliteiten hebben en daadwerkelijk streven naar eenheid. Ja. Want de gedachtegoed was, meneer Carteram, u weet zelf, het politieke landschap in Suriname is behoorlijk versplinterd. Ja. Er zijn zoveel partijen en sommige partijen hebben niet eens één lid, om het zo uit te drukken, maar ze zijn politieke partij. Maar als je ze oproept om te clusteren, dan geven ze geen acte de présence. Nou, dat soort dingen moeten we dus eigenlijk nu gaan indammen. We moeten ervoor gaan zorgen dat we daadwerkelijk, ondanks dat die politieke partijen niet geweest zijn, hebben ze alsnog de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan. Want wij zullen onze doelstellingen niet opgeven. Wij gaan die Surinaamse massa, maar wij gaan ook diaspora hierbij betrekken. Ja, ja. En, ja. Wat is de grootste uitdaging op dit moment in Suriname, waarmee je inderdaad mensen voor leefbaar zou kunnen winnen? De grootste uitdaging op dit moment, meneer Carteram, die wij ervaren, is het wantrouwen die de politiek, de oude politiek, veroorzaakt heeft binnen de samenleving. Smana Britimoro in de politiek, want ze denken, ze zeggen allemaal van, ja, de politiek is onbetrouwbaar, het zijn leugenaars, ze komen hun beloftes niet na. En daaraan gekoppeld merken we en ondervinden we dat daadwerkelijk ook, dat heel veel mensen bang zijn. Ja. Bang voor rancune. En dat is een jammer genoeg is dat zo, want het wordt vanuit alle toonaarden wordt het ontkend. Maar het is een feit. U heeft ook recent misschien kunnen vernemen in media. De grootste partij in de coalitie, de VHP, was 75 jaar. Ja. En ik heb een aantal berichten gezien van mensen dat ze verplicht met de bus naar de stad moesten komen. Want anders zouden er mogelijke maatregelen getroffen worden. Want die mensen zijn geaccommodeerd door de politiek. En de politiek verwacht gewoon dat je, ondanks dat mensen niet tevreden zijn met het gevoerde beleid, dat ze wel gaan ondersteunen en aanwezig moesten zijn. Nou, daar ziet u dus al die rancuneuze maatregelen die getroffen worden. En daar ziet u al hoe burgers in dit land afhankelijk zijn gemaakt van de politiek. Ja, het was bevel van zeg maar de leiding in het land naar ambtenaren en burgers die mogelijk dus via zeg maar patronage ergens hun brood verdienen, dat zij verplicht waren uiteindelijk in de bus te stappen en uit al die districten naar Paramaribo te komen. Dat is het klimaat waarin politiek bedreven wordt op dit moment in Suriname. Dat klopt. Ja. Dat klopt. En ik, meneer die ruim 40 jaar bij de VHP gezeten had, ja,
gezeten had, zeg ik met nadruk, want hij is al ruim een jaar is hij bij ons. En die was helaas ook daar aanwezig. En mijn coördinator van het district, die ging met die beste meneer in gesprek. Want hij zei tegen die meneer, maar hoe komt het? Bent u nou met ons of bent u weer terug? En die beste meneer zegt, ik heb Leefbaar Suriname mijn woord gegeven. Ik blijf en ik ben Leefbaar Suriname. Maar helaas, als ik daar niet aanwezig was, dan was de kans aanwezig dat mijn kinderen die een baan hebben gekregen bij de overheid, dat hun baan in gevaar komt. Ja, wat moet je nou tegen zo'n meneer zeggen? Hij is al gepensioneerd. Hij heeft eigenlijk niks te maken met de overheid. Maar voor het levensbehoud van zijn kinderen moet hij water bij de wijn doen. Dus u ziet dat het raakt niet de mensen alleen. Het raakt hun hele omgeving. Eigenlijk moet je het zien als een virus die binnen de hele Surinaamse samenleving een weerslag heeft. Ja, mensen zijn afhankelijk gemaakt van politieke partijen en politici. En waardoor met intimidatie en angst politieke partijen zichzelf groter doen voorkomen dan ze zijn. Dat geldt voor de NDP en dat geldt net zo goed voor de VHP. Dat geldt eigenlijk voor alle partijen. U ziet het, dat systeem. Ja. En het was zelfs zo voor de onafhankelijkheid. Ja. Had je het systeem al, alleen in mindere mate. Ja. Alleen is het systeem dus verergerd door de mate van corruptie. Want voorheen is corruptie heeft altijd bestaan. Eigenlijk is politiek en corruptie, die gaan zo wat met elkaar samen. Alleen is het de kunst om de mate van corruptie zo laag mogelijk te houden. Nou goed, u ziet het. Na de onafhankelijkheid is corruptie onderdeel geworden van het bestuurlijke. Het lijkt wel alsof een van de targets die een overheid moet halen is hoog scoren op die corruptieindex. Ja. Snapt u? Ja. En dat is een zeer kwalijke zaak, want u ziet het zelfs ook. Mensen die zich wel eens gezondigd hebben aan dit soort praktijken, in plaats dat ze het veld moeten ruimen, worden ze juist verder geaccommodeerd. Ze krijgen veel meer projecten om te trekken. Ze komen in veel meer commissies terecht. Dus ja. Het is niet een kwestie van dat men het niet weet of dat men onbekend is met het fenomeen. Het lijkt er sterk op dat het patronagesysteem eigenlijk van top tot teen in die gehele samenwerking, in de gehele samenleving zijn weerslag heeft. Ja, ja. En dat is die uitdaging. Breken met patronage en breken met de intimidatiepolitiek. En dat mensen vrijelijk hun keuze moeten kunnen maken. Zonder dat ze bang hoeven te zijn voor allerlei gevolgen van hun keuze die ze maken. Dat is waarvoor jullie staan. Ja? Juist. En één groot verschil, meneer Karperam, die wij gaan maken is, wij gaan niet zeggen diaspora. We hebben jullie nodig. Diaspora is Suriname. Zo breng ik het. Want als je eenheid nastreeft, moet je die eenheid ook daadwerkelijk gaan stimuleren. En je moet het gaan incorporeren in je beleid. Ja. U weet zelf dat heel veel diaspora zwaar ontevreden is over de huidige machthebbers. Ja. Diaspora is letterlijk en figuurlijk voor de gek gehouden. Ja. Een aantal mensen waarvan ook wel eens getwijfeld wordt aan hun staat van dienst, hebben het wel gemaakt om het zo uit te drukken, maar de echte diaspora die verandering wou brengen, die met deskundigheid hier zou landen en pro-deo haar diensten zou verlenen, die zijn volledig overgeslagen. Nou, dit is een van de pilaren waar Leefbaar Suriname verder op gaat inhakken. Ja. Diaspora is Suriname, diaspora hoort bij Suriname en diaspora moet het land nu ook komen opbouwen. Ja. Waarom zeg ik dit? U ziet heel vaak dat diaspora met heel veel ideeën komt en ga zo maar door. Het is nu tijd dat diaspora ook daadwerkelijk met de voeten hier in het modder komt staan. Daadwerkelijk ook haar deskundigheid hier gaat etaleren. En ook daadwerkelijk onderdeel gaat worden. Want het gaat niet alleen zijn van je moet komen helpen. Want het is gebleken, meneer Karperam, dat wij het niet alleen aankunnen.
Ja. We hebben dat nodig. We hebben die deskundigheid en die ervaring. We hebben kader nodig. We hebben capaciteit nodig. En die ruimte gaan we de mensen bieden. En we gaan het heel simpel doen. Bent u diaspora? We gaan die tweede nationaliteit invoeren. No worries. Want als het voor voetballers ingevoerd kan worden die geen productie leveren voor het land, waarom niet voor de rest van de mensen die wel productie kunnen leveren en het land naar een hoger niveau kunnen tillen? Wij gaan mensen gewoon actief stemrecht geven. Als je zoveel jaar in dit land woont en je betaalt belastingen, je bent onderdeel van de samenleving, dan gaan we niet zeggen, omdat je een ander paspoort hebt, heb je passief stemrecht. Nee, u krijgt gewoon actief stemrecht. Natuurlijk komen er een aantal eisen waaraan je moet voldoen, want anders zetten we de poort gewoon wagenwijd open. Nee, als je voor goed bestuur gaat, moet je ook zaken gaan ringfencen, je moet zaken gaan inkaderen. Dus er zullen een aantal vereisten aan gekoppeld zijn, maar die vereisten zijn logische vereisten die wereldwijd gangbaar zijn. Ja? Wij gaan mensen, want we zeggen, oké, we geven Surinamers, volgens mij is elke leider die aan de macht geweest is, heeft in zijn verkiezingscampagne gezegd, elke Surinamer van 18 jaar en ouder heeft recht op een stukje grond om te bouwen en ga zomaar door. Wat is de praktijk tot nu toe? Nada, niks. Zelf die woningbouw projecten, die lopen niet, die vlotten niet, die zijn vol van corruptie. Ja. Nou, wij gaan verder. Wij zeggen als diaspora, want diaspora, het Suriname, want hier moet u aan vasthouden, meneer Kartaram en luisteraars, diaspora is Suriname, dan krijgt u ook die 400 vierkante meter om een huis te bouwen. En die mensen die komen, die hun tijd hier komen en hun moeite komen investeren in dit land, die hebben al die 30.000-40.000 euro over om hun eigen huis te bouwen. Dus zij hoeven geen lening te nemen bij de banken en ga zomaar door. Die mensen, als ze het gevoel hebben dat ze welkom zijn in Suriname en dat ze rechtszekerheid genieten, meneer Kartaram, houdt u deze even vast, rechtszekerheid, want dit moeten we zo meteen wel even verder gaan uitwerken. Dan zijn mensen bereid hetgeen wat ze daar hebben opgebouwd te verplaatsen naar hun geliefde Suriname. Ja. En u weet het zelf. Kijkt u even naar demografische ontwikkelingen. Als een, we even een korte vergelijking maken, hier in Suriname, als ouders kinderen hebben, want tegenwoordig hebben de meeste gezinnen 2, maximaal 3 kinderen. Als de kinderen de middelbare school hebben afgerond, dan verhuizen ze naar het buitenland. Als de ouders bij macht zijn om ook te verhuizen omdat ze werk vinden in het buitenland, dan verhuist het gehele gezin. Maar de middenklasse en de elite, daar gaan alle kinderen van in het buitenland studeren. En als die kinderen eenmaal weg zijn, komen ze niet terug. Want waarom zouden ze voor 1/10 van hun salaris in Suriname komen werken, terwijl ze 10-voudig of meer in Europa, Nederland, Amerika kunnen verdienen? Los van de sociale voorzieningen die in dat soort landen aanwezig zijn. Gaan we dit nu verplaatsen naar het buitenland, laat zeggen Nederland als voorbeeld, dan zijn de meeste gezinnen, als ze rond de 50 zijn, zijn hun kinderen al jong volwassen. Die gezinnen, vader en moeder, die hebben, al zijn ze van de tweede en de derde generatie, meneer Kartaram, die hebben zo'n sterke band met Suriname. Die mensen willen terug naar Suriname, al zijn ze niet hier geboren. Maar ze willen genieten van de klimatologische voordelen. Ze willen genieten van het fenomeen geen stress. Want in Nederland, als om 6 uur die wekker afgaat, begin je al te stressen om te kijken, wat is het weer? Zijn er files? Red ik het om op tijd op het werk te zijn en ga zomaar door. Nou, deze mensen die tegen hun pensioen aanhikken of al met pensioen zijn, die hebben zoveel deskundigheid opgebouwd. Die hebben genoeg ervaring. Als we dat soort mensen gewoon accommoderen in Suriname, meneer Kartaram. En we veranderen de mentaliteit hier van de burgers, vooral in het ambtenarenkorps, gaan we hele snelle slagen maken. En een van de drijfpilaren inherent aan dit is dat het ambtenarenapparaat afgebouwd moet worden. Sterk afgebouwd moet worden. En wij gaan vooral klein en middenbedrijf stimuleren. Dat wil zeggen, mensen gaan geen animo meer hebben
om bij de overheid te werken. Want als mensen zien dat ze als zelfstandig ondernemer veel beter uit de verf komen, veel meer hun zelfstandigheid behouden, ja, dan gaan we streven naar die productieve sector in de samenleving. Want men zegt hier dat men productie stimuleert, maar als men een krediet gaat aanvragen om productie op gang te brengen en je hebt niet de contacten binnen de politiek, dan kunnen er nog van zulke mooie fondsen zijn. Het werkt niet. Ik las vandaag in de krant dat het Nova-fonds, dat er zoveel 100 aanvragen niet correct zijn ingevuld. Meneer Kartaram, als er formulieren ingevuld moeten worden, dan heb je een helpdesk. Ja. Of je gaat even naar de districten en dan zeg je, oké, beste mensen, we gaan 2 dagen een sessie geven in dat district. Mensen, hier moet je opletten. En als de mensen het niet zelf kunnen, dan help je ze bij het aanvragen. Dus je helpt ze met invullen. Je gaat ze actief begeleiden en ga zomaar door. Niet alleen voor politieke doelstellingen moet je naar de districten gaan met opoyari en bijeenkomsten houden. Want die opoyari en die bijeenkomsten, die zorgen niet voor productie. Voor harde valuta's in de samenleving. Ja. Je zou de sessies moeten organiseren voor de maatschappij. Waar mensen dus geholpen worden om hun doelen te realiseren. Want als je zegt er is geld in een fonds, dan moet je dat geld ook daadwerkelijk beschikbaar gaan stellen voor de doelgroepen. Ja. En als die doelgroepen en die procedure naar het eindresultaat ergens stokken, dan moet je ze helpen en begeleiden. Dus dat is ook iets wat verder aandacht geniet in deze samenleving. En beste mensen, Leefbaar Suriname gaat voor welvaart en welzijn voor iedere burger. Dus met andere woorden, al ga je straks behoren bij een andere politieke partij, een andere beweging, of je bent niet eens politiek gelieerd, dan nog heb je de beste kansen, heb je de beste kaarten in hand, dan kom je op die positie. Waarom? Een van de targets die Leefbaar Suriname in haar programma heeft, is dat er een onafhankelijke selectiecommissie gaat komen. Nou, we gaan niet voor elke functie die onafhankelijke commissie kunnen inzetten, maar dat wordt ook een ballotagecommissie. Dus we gaan eigenlijk per sector of per ministerie gaan we een onafhankelijke commissie benoemen. En mocht daar enig dispuut zijn, dan hoeft men niet naar de rechtbank. Nou, in het geval van een sollicitant kan je niet eens naar de rechtbank, want je hebt niet eens een contract. Maar dan heb je dus landelijk een onafhankelijke commissie die eigenlijk gaat toetsen als jouw sollicitatie gegrond is. En als die commissie binnen de sector of op een ministerie je niet gelijk heeft behandeld of je onheus heeft behandeld. Dus dat soort dingen gaan we weer allemaal invoeren. En ik ga mensen nu ook een van onze dingen verklappen. En dan gaan die mensen zeggen, migadomang, die meneer die praat over iets wat eigenlijk al jaren in het land moest zijn. Een sterke consumentenbond, een sterke consumentenbelangenvereniging of organisatie. Nou, als je hier in de winkel iets gaat kopen, meneer Kartaram, al is dat ding al over de vervaldatum en mensen brengen terug. Je krijgt je geld niet terug. Men zegt niet eens sorry. Men zegt, ik kan tik van trouwang of je kan een ander product nemen. Ja, Ga je een apparaat kopen waarop de verpakking staat dat u wettelijk 2 jaar garantie hebt. Of in sommige gevallen gaan sommige fabrikanten naar 5 en 10 jaar. Zeg de verkoper hier in Suriname, want als je naar binnen loopt zie je hele grote billboards en dergelijke waarop staat authorized or official dealer. Maar als je naar binnen gaat en je koopt iets, zeg men nou, u krijgt geen garantie, we testen het hier. Krijgt u enig geluid of hoort u iets, een stofzuiger zuigen of een blender dat u draait? Ja, prima, maar vanaf morgen heeft u, zodra je de deur uit bent, heeft u geen garantie. Ja. Nou, meneer Kartaram, als dingen splinternieuw zijn, waarom zou je geen garantie geven aan de mensen? Zijn er een stukje vertrouwen die je uitstraalt als retailer of wholesaler naar de samenleving? Dus dit zijn zaken waar de Surinaamse burger recht op heeft, ja. Maar waar die kapitalisten die regering steunen, gewoon misbruik maken van deze samenleving. Maar meneer, en dan is het dat? Nog steeds. Meneer, jawel. Dat? Ja, met respect, hè? U vertelt natuurlijk heel veel van wat voor visie je heeft over de mens en de maatschappij, lees de nieuwe samenleving. Maar dat zeggen ook de andere politieke partijen. Hè? Een beter Suriname, waarin welzijn, welvaart voor alle mensen is.
En waar een hoge mate van kansen is, hè, rechtsgelijkheid voor iedereen, om in de toekomst toch wel een plek te kunnen bemachtigen, om toch wel op zijn minst inkomen te kunnen verwerven voor de nodige centen om het gezin te onderhouden. Maar hoe, maak het even concreet voor de mensen. Hè? Ik bedoel, vanuit welke maatregelen, welke instrumenten Leefbaar Suriname bedacht om inderdaad niet alleen maar de zaken bij woorden te laten, maar als we het hebben bijvoorbeeld over leefbaarheid, hè, het aansluitend bij de naam van de partij, Leefbaar Suriname. Leefbaar betekent dat op een aantal fundamentele zaken waar de overheid voor verantwoordelijk is, hè, laten we het noemen goede gezondheidszorg, als het gaat om goed onderwijs, als het gaat om veiligheid, en zo kunnen we nog een aantal punten noemen. Dat zeggen al die andere partijen ook, maar concretiseer dat vanuit Leefbaar, hè, van waarin jullie in deze anders zijn ten opzichte van de bestaande politieke partijen. Nou goed, als je onderdeel bij ons wil zijn, dan ga je dus eigenlijk ook deskundig en integer moeten zijn. Dat zijn zeer belangrijke kernwaarden. Ja. Wij gaan ook een ballotagecommissie hebben. Kijk, niet ieder heeft de kans gehad in Suriname om naar school te gaan. Dus een ieder is welkom. Maar op basis van je cv krijg je dus eigenlijk ook binnen de organisatie krijg je een plek. Maar straks, als het land vooruit geholpen moet worden, al heb je nog zo hard je best gedaan, maar je bent naar tot de vierde klas van de lagere school gegaan, ja, kan ik je nooit directeur bij een parastataal maken of minister. Precies. Dus u snapt, al ben je nog de beste propagandaman of vrouw geweest, u zult die post niet krijgen. Waarom? Omdat u niet de capaciteit en kwaliteiten heeft om die post van een directeur maar of minister te krijgen. Maar hoe maak je dat inzichtelijk voor de mensen dat inderdaad the right man or the right women on the right place. Hoe maak je dat inzichtelijk voor die samenleving? Wij in de sessies die we houden in de buurten en in de districten, is dit een vast onderdeel. Daarnaast, als mensen zich daadwerkelijk aanmelden bij onze mensen, krijgen ze tijdens dat gesprek al te horen hoe het in elkaar zit. Maar het meest belangrijke is, want men noemt het kernvergaderingen bij oude politieke partijen. Wij noemen het gewoon een meeting met de bevolking. Daar geef ik al de scheiding aan tussen een partij en de politieke leiding. Dus die partij, het bestuur, ja, dat is meer iets, een administratieve organisatie die ervoor zorgt dat die partij ready is om aan de verkiezingen mee te doen. En dat die daarna gewoon ervoor zorgt dat alles in place is. Maar die politieke leiding, die gaat daadwerkelijk de verantwoordelijkheid dragen. En die gaat daadwerkelijk op afgerekend worden. En om die politieke leiding te komen en die politieke stroming, moet je dus andere capaciteiten en kwaliteiten hebben dan als je bijvoorbeeld puur voor een politieke partij kiest. Ja. Want de ontwikkeling van het land, ja, is afhankelijk van ter zake deskundigen. Ja. Nu is het zo, als iemand bijvoorbeeld voorzitter is van een politieke partij, dan zegt die pan automatisch, als er verkiezingswens binnen is, zegt hij, ik word automatisch president. Ja. Ja. Maar wie zegt, je kan als partijvoorzitter de meest excellente voorzitter zijn. Maar wie zegt dat je een land kunt besturen? Dat je een coalitie bij elkaar kunt houden? En ga zomaar door. Een coalitie bij elkaar houden heeft niks te maken met het aantal zetels dat je hebt. Juist als je minder zetels hebt, dus als je met meerdere partijen in een coalitie zit, is dat beter voor het bestuur van het land, want dan heb je meerdere inzichten die elkaar in balans houden. Dus dat is juist een goed teken. Ja. Als mensen te veel zetels hebben, 26 of meer, streven die mensen dus naar dictatuur. U heeft het gezien, we hebben partijen gehad die meer dan 26 of 26 zetels hebben gehaald. En u heeft het resultaat gezien. Ja. Maar goed, wekken nog geen vertrouwen op. En vertrouwen is de basis om toch wel zoveel mogelijk mensen naar je toe te kunnen trekken om ze op je te laten stemmen.
En vertrouwen, dat moet je hebben in de hoge regionen, maar ook in de lagere regionen. Hè? Dus onder alle lagen van die samenleving. Hoe maak je als politieke partij toch wel het voor de mensen duidelijk dat jullie inderdaad met een bepaalde aanpak willen werken naar een samenleving waarbij er kansen zijn voor alle mensen, ongeacht of men een Creool is, een Hindustaan is, een man is, een vrouw is. Nou ja, hè, dus dat, bedoel, hoe maak je dat voor de mensen duidelijk dat jullie toch wel staan voor een bepaalde aanpak, een benadering waarin alle mensen in het land die mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontplooien en in te zetten voor hun eigen welvaart en welzijn van hun en de hunnen? Nou, meneer Carteram, wij hebben bewezen met een aantal voorbeelden, praktijkvoorbeelden, dat we het anders gaan doen en dat we anders zijn. Ja, maar hoe is dat anders doen? Dat anders doen is natuurlijk belangrijk. Kijk, het gaat erom, wat straal je uit naar de mensen toe? En uitstralen wil zeggen om vertrouwen te wekken. Juist. Kijk, wij zijn dus niet begonnen met eerst een politieke partij oprichten en dan mensen winnen. Nee, wij hebben die eenheidsgedachte hoog in het vaandel. Dus wij kijken ook niet naar etniciteit of gender. Wij kijken gewoon, bent u daadwerkelijk iemand die zijn hart op de juiste plek heeft om Suriname vooruit te brengen? Dan bent u welkom. Ja. Dus bij ons, omdat we een beweging zijn, kunnen meerdere politieke partijen zich aansluiten. Ja. De meeste politieke partijen, en u hebt het eerder benoemd, streven naar hetzelfde. Ja. Maar ze kunnen geen zetels halen. Ja. Ze kunnen geen daadwerkelijke verandering in het bestuurlijke teweeg brengen. Ze kunnen wel, als ze één zetel hebben en ze zitten in de regering en ze krijgen twee ministeries bij wijze van spreken, dan zijn ze al tevreden. Maar dan gaan ze achteraf nog klagen. En partijen die bijvoorbeeld niet willen bundelen, die buitenpolitieke partijen, die niet buitenparlementaire partijen, sorry, die niet willen bundelen, die moeten dit keer dus hun visie ook gaan wijzigen. Die moeten inzien, want ze hebben al zo vaak misschien 2.000 of 3.000 stemmen gehaald, maar geen zetel. Nee. Die moeten nu inzien dat die bundeling daadwerkelijk een noodzaak is en geen must. Ja. Het is een noodzaak. En meneer Carteram, wij zijn een platte organisatie. We zeggen dus ook niet als mensen komen met een politieke partij of een groepering wie de baas is. We zeggen we gaan het samen doen. We praten dus over trekkers en we praten over coördinatoren. Dat is het verschil. Dus als het ware over een eerste onder de gelijken, om het zo uit te drukken. Ja. We hebben allemaal evenveel rechten, maar ook evenveel plichten. Ja. En het mooie is, omdat we, als ik het maar mag houden op politieke organisaties, als wij al die kleine politieke organisaties, maar ik sluit die grote boys ook niet uit, als we bundelen en daadwerkelijk vooraf onze programma met het volk delen en het volk herkent zich daarin, dat ze daadwerkelijk dan voor ons gaan kiezen. Ja. Kijk, we moeten het wiel ook niet meer opnieuw gaan uitvinden in Suriname. Nee, maar volgens mij is dat het probleem in Suriname niet. Het probleem is dat we heel veel woorden gebruiken om mensen te overtuigen dat we van goede wil zijn en goede bedoelingen hebben. Maar we gebruiken niet instrumenten om de mensen inderdaad in het proces naar toch wel het maken van keuzes, de achtergronden, de redenen waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden, om daarin de mensen ook te betrekken. En ik zoek eigenlijk in hoeverre leefbaar in de communicatieve zin, maar vooral ook in zeg maar openheid, transparantie, zoveel mogelijk toch wel de burgers willen meenemen naar waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en onder welke voorwaarden bepaalde keuzes gemaakt zullen worden. Is daarover nagedacht? Zeker. En mensen hebben dat ook als zeer plezierig ervaren. Ja. Bijvoorbeeld afgelopen zondag is het weer door de mensen gezegd. Ja. Als mensen bij ons komen, komen ze met hun boodschap. Ja. Mensen krijgen eerst van ons de microfoon. Ja. Ze mogen zeggen wat ze ervan vinden en ze mogen hun ideeën aandragen.
Dus wij gaan mensen niet vertellen wat moet gebeuren. We komen juist de boodschap halen. Ja. En op basis van de boodschap van de samenleving gaan wij onze verkiezingsprogramma samenstellen, wat ik al eerder zei. Ja. Want we kunnen nu een verkiezingsprogramma samenstellen, maar dan is het iets van ons. Nee, burgers, het moet iets zijn van jullie. Wat willen jullie? Want die burgerparticipatie, meneer Kartaram, ja, dat wordt een zeer belangrijk element bij ons. Ja. Ik heb het eerder gezegd, referenda gaat een belangrijke plek innemen bij significante wijzigingen in het bestuurlijke en in het staatsvormelijke. Ja. Daarnaast gaan burgers ook veel meer recht krijgen om hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld DNA-leden, terug te roepen als die mannen niet presteren. Want u ziet het lijkt wel op een paar DNA-leden dat we dus de samenleving gewoon geen DNA-leden kent. Je ziet ook, ze bieden geen weerwoord, ze ondersteunen de regering niet daadwerkelijk. Oké, een grote omissie in deze, meneer Kartaram, is ook dat veel van de DNA-leden niet een bagage mee hebben, ja, om wetten samen te stellen, laat staan om wetten te lezen en te interpreteren, om het zo uit te drukken. Ja. Dus dat zijn, de mensen zeggen het zijn ja-knikkers en zo ervaren wij dat ook. Maar een hele belangrijke in deze is ook, als je niet hetgeen waarvoor je door je aanhang bent aangesteld nakomt, dat de mensen je daarop kunnen afrekenen. Ja. Begrijp ik goed dat je zeg maar aan de volksvertegenwoordigers, die vanuit Leefbaar namens de burgers een plek zullen innemen in het huis van het volk, het parlement, dat die mensen toch wel moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om dat klusje te kunnen klaren? Zeker. Ja? Wij hebben bijvoorbeeld op dit moment hebben we staan dat mensen HBO plus of academisch geschoold moeten zijn. Ja. Misschien moeten we dat nog een beetje gaan bijstellen, ja, op de gangbare norm in Suriname. Ja. Maar dan gaan mensen wel een bewezen trekrecord moeten hebben, om het zo uit te drukken. Ja. Kijk, wat bedoel je met een breed trekrecord? Ik bedoel, zeg je van, wat mij betreft hoef je niet een HBO of een universitaire opleiding te hebben. Als je maar bewijst dat je gedurende je levensloop voldoende zeg maar in de maatschappij actief bent geweest binnen een bepaald kader. En dat je op dat onderwerp inderdaad in het parlement je mond kunt roeren. Dat klopt. Ja. Dus naast communicatieve vaardigheden, ja, en een aantal zeer belangrijke eigenschappen, ja, ga je dus ook naast opleidingsniveau ook een mate van deskundigheid en ervaring mee moeten, precies, nemen. Ja. Ja. En in de Surinaamse samenleving is het gangbaar dat mensen die geen opleiding hebben genoten, maar al jaren misschien omdat ze in de vakbeweging hebben gezeten, precies, omdat ze op sociaal-maatschappelijk vlak zeer actief zijn geweest, ja, dat ze wel de taal van het volk snap begrijpen. Ja. Dat ze snappen wat het volk wil. En ja, één belangrijk element bij ons is ook, meneer Kartaram, wij gaan niet werken dat jij stemmen krijgt om je zetel te behalen. Je gaat zelf moeten werken voor je zetel. Dat is belangrijk, want als je die draagvlak niet hebt, wil dat zeggen dat je je achterban niet kunt vertegenwoordigen en dat je ook niet een daadwerkelijke volksvertegenwoordiger bent. Want, yeah, als DNA-lid ben je een volksvertegenwoordiger. Precies. En we gaan geen mensen daar op basis van friends of op basis van hun populariteit neerzetten. Mensen hoeven ook niet bij ons te komen en te zeggen, ja, we gaan met geld stemmen verwerven. Met geld stemmen verwerven zijn dode stemmen. Waarom zeg ik dat? Omdat iemand die zwicht voor geld niet het inzicht heeft om dit land naar een verdere hoogte te brengen. Ja. Mensen moeten dus out of the box gaan denken. Mensen moeten nu nieuw gaan denken. Die nieuwe manier van denken, dat is cruciaal om het politieke landschap die wij willen creëren te behouden. Want u kunt die verandering teweeg brengen, meneer Kartaram. Hè? En dat is een eenmalige actie. Ja. Maar het belangrijkste is om dat verder uit te bouwen, maar ook te behouden. Ja. En daar gaat het om. Ja. Dus dat moeten de mensen zich realiseren. Suriname heeft toch een aantal belangrijke omwentelingen gehad. Ja. 75 onafhankelijkheid. Wat heeft dat ons opgeleverd? Niks. 1980 een coup. Wat heeft dat ons opgeleverd? Niks. Herstel van de democratie in 1987. Wat heeft dat ons opgeleverd? Niks. Gekozen democratische
regeringen. Wat heeft dat ons opgeleverd? Niks. En hoe, zou dat komen dat het tot nu toe niks heeft opgeleverd? Wat leer je daaruit om het anders te doen? Wij leren daaruit dat het volk hier eigenlijk de mensen niet afrekent. Dat leiders, als ze eenmaal aan de macht zijn, precies, dat ze door wetgeving beschermd worden. Wij gaan wetgeving aanpassen. Een mooi voorbeeld is meneer Karteram, en dat heb ik benoemd volgens mij in op 7 november 2022. De president gaat al zijn executieve bevoegdheden verliezen. Dat wil zeggen, hij is staatshoofd. Hij is symbool van het land. Hij moet lintjes gaan knippen, decoraties uitdelen, speltjes opplakken en dat soort dingen. Dat is zijn functie. We gaan terug naar die sterke verantwoordelijkheid die een regering moet hebben naar die samenleving. Dus minister-president, je wilt naar de... Ja? Juist, er komt een premier, een minister-president, dat zegt u goed. Ja. En waar gaan we naartoe? Ja. We gaan naar een systeem toe werken, want daarvoor ga je de grondwet moeten wijzigen. Dat de president, die symbolisch is, ook rechtstreeks door het volk gekozen wordt, maar dat die premier ook rechtstreeks gekozen wordt. Ja. Dus het gaat niet meer iets zijn van, oh, omdat ik de meeste stemmen heb en dat ik met deze coalitie de meerderheid heb in DNA, dat ik mijn marionet daar ga plaatsen. Al is die marionet nog zo dom en ongeschikt, wordt die toch geplaatst. Nee. Ja. We gaan daarmee afrekenen. Dus het is echt een kwestie, meneer Karteram en Minoan Fredesma. Ja. Maar als je die daadwerkelijke verandering wil brengen, ga je deze zure maatregelen moeten treffen. Maar het grootste verschil dat wij hebben, is dat wij het sociaal-maatschappelijke beleid niet op het volk gaan afwentelen. Met andere woorden, elektriciteit, dus nutsvoorzieningen zoals stroom, water, kookgas, gezondheidszorg en dergelijke, die blijven betaalbaar voor de samenleving. En waar de samenleving niet kan inkomen, moet daadwerkelijk subjectsubsidie worden toegepast. Ja. Met andere woorden, de regering die nu gaat aantreden, gaat sterk maatwerk moeten verrichten. Ja. Als je nu kijkt naar sociale zaken, waar gesproken is over een koopkrachtversterking, maar hoeveel ministers moeten nog komen? Hoeveel commissies moeten nog komen? Hoeveel presidenten moeten nog komen? Voordat inzichtelijk is wie daadwerkelijk in aanmerking komen voor die koopkrachtversterking. Want u hoort het, mensen die ervoor in aanmerking komen. Ik heb daadwerkelijk hun huis gezien. Ik heb hun leefomstandigheden gezien. Die mensen hebben tot nu toe geen cent gekregen. Maar er is wel geld beschikbaar gesteld. En wat komt de minister vertellen? Ja, het is gestort op een verkeerde rekening. Mijn god, meneer Karteram. Dat soort dingen. Zelfs een klungel zou dit soort fouten niet begaan. En dan komt er een nieuwe minister. Ik hoorde de media vragen, wat gaat u anders doen dan uw voorganger? Ja, de president heeft gezegd dat we daadkrachtiger moeten zijn. Nou, tot nu toe ziet dit. Die koopkrachtversterking is niet van de grond gekomen. Er is een presidentiële commissie. IMF heeft de Surinaamse regering op de vingers getikt. Weer schande. Nou, terwijl dit logische zaken zijn. En wat ik ook direct aan het volk wil zeggen, meneer Karteram. Een regering moet niet komen zeggen, we hebben 300 meter weg geasfalteerd. We hebben drinkwater gebracht in een dorp. We hebben elektriciteit gebracht in een dorp. We hebben een geldautomaat ergens geopend. Dit zijn verplichtingen van de overheid. Je moet je schamen om dit soort dingen te zeggen, want je moet het doen. En dat zijn de standaardzaken. Kijk, als je een groot project hebt gerealiseerd, ik noem maar op. Je hebt flyovers gemaakt in Suriname. Je hebt gezorgd dat de SLM nu 80 vliegtuigen heeft. Dan zeg ik, dan kunt u als politieke leider komen en zeggen, kijk, waar anderen altijd met leasevliegtuigen gewerkt hebben, of met één of twee vliegtuigen. Kijk, wij hebben nu 80 eigen vliegtuigen. Dan ben ik zelf degene die op de voorste rij gaat zitten en voor u gaat applaudisseren. Want dan verdient u het. Maar niet als u ergens een vliegtuig gaat huren, dan zegt u, we hebben weer een vliegtuig. Ja. Nou is het zo dat, natuurlijk een minister een hoop zou willen doen. Alleen, zonder geld kan hij natuurlijk weinig uitrichten. Alles staat... Als je bij ons straks minister gaat worden, gaat u met uw eigen auto naar het werk moeten komen. Dus houdt u daar ook rekening mee, om het zo uit te drukken. Je moet niet voor de privileges komen. Je moet komen omdat je deskundig bent, integer. En je wilt dit land naar een hogere hoogte brengen. Want die auto die je gaat krijgen van de staat, die beveiligers, waar sommige ministers eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebben. Ja. Of
ze lopen geen gevaar, om het zo uit te drukken. Ja, kortom, jij zegt van, om te beginnen, beginnen we met een sobere overheid. In die zin van, dat alle tilantijntjes en luxe privileges voor en ministers, nou ja, voor iedereen die in de publieke diensten actief is, dat geschrapt gaat worden. Mensen moeten... Ja, zeker. Ja. De overheid wordt niet meer de grootste werkgever in het land. De overheid wordt minder aantrekkelijk. De private sector wordt de sector waar elke Surinaamse burger gaat hunkeren om te werken. Ja. En weet u ook wat wij sterk gaan aanwakkeren? Ja. Ja. De rechtspositie van de medewerker. Ja. U ziet dat het is nog steeds een schande in dit land, het minimumloon. Meneer Kartaram, mensen werken hier voor $1 per uur. Ja. Als je 8 uur werkt, heb je $8 verdiend. Ja. Als je van de 30 dagen, 22 dagen of 20 dagen productief bent, dan verdient u rond de $160-180, om het zo uit te drukken. Ja. Ja. Dat is toch een schande. Als men zegt, Suriname heeft zoveel miljarden opgepot, begin die mensen nu alvast ook te laten voelen dat ze gewaardeerd worden als Surinamers. Internationale reserves vullen de buiken van de baby's, de hongerige schoolkinderen en de vaders en de moeders niet, die 2-3 banen moeten hebben. Ja? Ja. Ga daadwerkelijk zorgen als dat geld voor Suriname beschikbaar is, dat geld daadwerkelijk aan de Surinamer wordt besteed en niet aan reizen naar het buitenland op zoveel podia en met lege handen terugkomen. Ja, ja. Want ministers moeten ook weten en beleidsmakers in dit land, als ze straks naar het buitenland gaan, krijgen ze een formulier mee. Op dat formulier staan actiepunten. Als u terugkomt, dus eigenlijk voordat u vertrekt, moet u melden aan DNA en de regering dat je weggaat. Ja, dat is één. Het volk moet weten dat onze minister van, ik noem maar op, justitie of van sociale zaken of financiën naar het buitenland is. Hoe lang hij wegblijft voor het zakelijke. Want u ziet dat mensen gaan voor 2 dagen naar een seminar en komen na 10 dagen terug. Want 8 dagen blijven ze bij familie. Maar nogmaals, of gaan ze lekker shoppen. Woorden zijn mooi, maar in de praktijk vullen ze geen gaten. Hè? Ik bedoel, het is leuk dat je dit allemaal zegt, maar in de praktijk... Nee, meneer Kartaram, we gaan verder. Ja, we gaan met de juiste mensen werken. Ja. Want, ik heb het gezegd, diaspora gaat komen. Diaspora heeft een andere mentaliteit. Want mensen gaan nu ook zeggen van, ja, maar onze cultuur is anders. Maar everyone can kass aan, dan moet die effectiviteit en die efficiëntie moet komen. Sorry dat ik maar hoe controleer, hoe zorg je ervoor? Hè? Welke mechanismen bouw je in straks om te bereiken wat je wil? Hè? Dat mensen dus met een taakopdracht een dienstreis gaan maken en als ze terugkomen dat ze ook een verantwoording afleggen. Welke ideeën heb je daarbij? Dat moet in het regeerplan komen te staan. Ja. Als je minister bent, moet je voldoen aan dit soort zaken. Ja. En één punt is, als je terugkomt van dus voordat je gaat, moet je eigenlijk aannemelijk maken waarom jij als minister moet gaan. Ja. En niet een ambtenaar of een beleidsmedewerker. Ja. Dat is één. Ja. Twee, als je terugkomt, moet je aangeven welke targets je hebt gehaald en welke je niet hebt gehaald. Want ook ministers moeten gecoacht en begeleid worden. Ja. Nou, dus dat zijn zaken waar je verantwoording gaat afleggen aan het volk. En als je niet capabel bent, dan ga je het veld moeten ruimen. Want u weet het, andere regeringen hebben gereshuffeld à la fleet. De huidige regering zou ook zo vaak reshuffelen. Heeft u ooit een daadwerkelijke reshuffeling gezien? Ik heb slechts gezien dat ministers uit zichzelf zijn vertrokken en dat plekken zijn ingevuld. Ja. Dat ministeries vrij zijn gekomen. En waar misschien iemand die deskundiger was het veld moest ruimen en een ondeskundige is neergezet. En waar de hoogste leiding van het land zelfs niet eens ingrijpt, maar wel zegt van... En in dit geval zeg ik de president die staatshoofd is en de ministers benoemt en ontslaat, want hij is slechts de enige. Maar niet durft om die minister te... de veld uit te sturen, de laan uit te sturen. Ja. Maar gewoon zeg, we geven die minister weer een kans. We geven die minister een kans. Ja. Als jij als president een document opvraagt en die minister kan het niet opleveren, zeg ik, u heeft 2 dagen of 5 dagen of een maand om het aan te leveren. En als u het niet aanlevert, wil dat zeggen dat u het bewust torpedeert en ondermijnt en dat er vertrouwensbreuk is in onze samenwerking. En dan moet u het veld ruimen. Punt uit. Nou, anderzijds, bent u straks de president van Suriname, hè?
Nee, als ik de president ben, dan heb ik geen bevoegdheden meer. Want ik heb het al gezegd, dan ga ik alleen lintjes knippen. Nou ja, dan ben je de minister-president in het land straks. Hè? Die eerde taak om in die armoedige situatie met weinig middelen. En in een arm, een verarmde gemeenschap. De mensen te motiveren om toch wel de schouders eronder te zetten om met elkaar toch wel zoveel mogelijk te werken naar een productieve samenleving. Hè, dat men alles gaat maken en produceren zodat men uit eigen middelen toch wel zaken kan consumeren en daarmee kan overleven. Hoe bereik jij straks, wat doe jij om het volk met je mee te krijgen in dat doel? Nou, meneer Kartaram, ik zei het al eerder, burgerparticipatie wordt zeer belangrijk. Ja. Maar het gezin als hoeksteen van de samenleving krijgt een prominente rol. Ja. Papa en mama krijgen een zeer belangrijke taak te vervullen. Dat wil zeggen, ze hoeven niet 2 of 3 banen meer te hebben. Ja. Dat ze after 6 uur 's ochtends uit huis gaan, dat ze pas om 10 uur 's avonds terugkomen. Nee, duidelijk. U krijgt 1 baan. Ja. En als u niet toereikende inkomsten heeft, gaat de overheid kijken hoe ze je daarbij helpen. Maar het kan ook heel simpel. Als papa gaat werken van 7 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags, dan kan mama misschien gaan werken van 4 uur tot 8 uur of 9 uur. Dus een ouder zal dus op zijn minst thuis moeten zijn om hun kroos te vormen in de samenleving. Ja, maar het gaat bij mij meer om de vraag, hoe inspireer je de mensen? Ik bedoel, een leider die ontwikkeling teweeg wil brengen, moet een inspirerende leider hebben. Hè? Mensen die gedemotiveerd zijn, die denken, ach, het zijn toch maar allemaal mensen die voor elkaar zorgen, friends and family, is altijd geweest. Hè? En dus gedemotiveerd zijn de mensen, een beetje apathisch. En jij bent toch, je hebt toch het vertrouwen kunnen winnen met jouw leefbaar Suriname, hè? Om zoveel mogelijk stemmen te vergaren van de mensen die teleurgesteld zijn en geen vertrouwen meer hebben in de oude politiek. En ze geven hun stem aan leefbaar. Hoe inspireer je de mensen, ondanks de moeilijke tijd die ze hebben moeten ondergaan, hè, dat ze nu de schouders eronder gaan zetten om te werken naar een betere toekomst? Jij bent de leider, jij moet ze inspireren. Hoe pak je dat aan? Karam, leefbaar Suriname is niet van een leider. Ja. Een leider geeft slechts de richting aan. Ja, en de met z'n allen. De leider geeft de anderen van, zeg maar, die medeleiders zijn, toch wel wat tools. Hè, waar jij moet de groep meenemen. Er is altijd 1 leider. Het is niet dat alle 10 leiders zijn. En in dit geval ben jij het boegbeeld. Jij bent initiator. Jij bent initiatiefnemer. En jij moet net als Abraham je volk meenemen naar het beloofde land. Nou, het is iets, leefbaar Suriname is van die Surinamers. Ja. Dus wat die Surinamers willen, vandaar dat we ze nu ook oproepen om te participeren. Ja. Want we gaan hun programma uitvoeren, niet ons programma, hun programma. Wij zijn wel de trekkers en de coördinatoren om dat te begeleiden, maar het is iets van hun. Dat is een zeer belangrijk element, meneer Kartaram. Dus het vertrouwen is niet zozeer iets wat mensen in ons moeten stellen. Het is ook het vertrouwen in eigen kunnen dat mensen zich moeten gaan realiseren. Het is iets van hun. En het is nieuw voor Surinamers. En we gaan heel veel tijd en energie hierin moeten steken. Dat realiseer ik me terdege. Maar, nogmaals. Mensen, als ze die verandering willen, gaan ze dus die denkwijze moeten veranderen. Dus die denkwijze dat ze nu hebben, ja, politiek is niet te vertrouwen, politiek is dit, politiek is dat. Daar zit ook een stukje zelfverantwoordelijkheid in bij die mensen om te zeggen van, als ik nou ga stemmen, stem dan bewust op een partij of een beweging die daadwerkelijk gaat doen zoals het hoort. En wij gaan ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid moeten afleggen. En als we dat niet kunnen, ga ik ook aangeven en heb ik al aangegeven, dan gaan we moeten bedanken. Dat is 1. 2. Mensen, gaan... Die burgerparticipatie is niet iets wat alleen op DNA-niveau blijft hangen en DR en RR-niveau. Nee, je krijgt instrumenten, net als het bijvoorbeeld in Mexico is, dat dorpshoofden een zeer belangrijke rol krijgen. Dorpsbesturen, dus laten we zeggen de districten die zijn opgedeeld in resorten,
Die resorten krijgen veel meer bevoegdheden omdat je decentralisatie ook sterk gaat implementeren in het geheel. Dus mensen gaan lokaal hun eigen dingen moeten doen. Mensen gaan lokaal zichzelf moeten besturen. Dus dat centrale gedachte dat Paramaribo alles gaat bepalen, gaat tot het verleden behoren. Paramaribo gaat slechts het raamwerk aanbieden. Ja. En voor de rest gaat men decentraal alles moeten doen. En als je decentraal gaat, wil dat zeggen dat burgerparticipatie steeds dichterbij komt, belangrijker is en medebeslissend. Dus mensen, waar in de huidige setting de regering bepaalt, gaan jullie grotendeels bepalen. Want in die decentralisatiegedachte komt de overheid misschien 1 of 2 keer per jaar alleen erbij kijken. Voor de rest gaan jullie het zelf moeten doen. Ja. En dat is ook al een zeer belangrijke stap die we gaan zetten in onze nieuwe beweging. Dus die mensen, hoe je het linksom of rechtsom gaat keren, meneer Karteram, die burger gaat veel verantwoordelijkheid krijgen van ons. Ja, nou ja, we hebben gezien dat in India, toch wel de afgelopen 10 jaar, er een leider, zeg maar, daar het volk meeneemt, hè, naar een hoger niveau toe. En die leider is er eentje van soberheid, van empathisch vermogen. Hij probeert toch wel zoveel mogelijk zelf uiteindelijk als dienend, hè, leiderschap, het volk te dienen. Het is niet iemand die zeg maar zich focust op het feit dat hij minister-president is, maar hij zegt: ik ben een van de 1,4 miljard mensen. En ik kom uit een arm gezin, uit een arm leven. En ik weet wat armoede is geweest. En mijn ambitie is om die armoede wat ik meegemaakt heb, en mijn mensen dat nu meemaken, om die mensen daaruit te verlossen. Ik weet wat armoede is. Dus het is een, zeg maar, een levende leider. Hè? Een leider die in staat is zich helemaal in te leven in de noden van de mensen. En van daaruit de mensen te inspireren van: wat jij hebt ervaren, heb ik ook ervaren. Wat jij ervaart, heb ik ook ervaren. En ik weet hoe we met elkaar uit die ellende toch wel ons uit kunnen verlossen. Hè? En daar geeft hij ook het voorbeeld in. In de zin van door in de praktijk ook de hand uit de mouw te steken. En de praktijk in te gaan en met de mensen samen een aantal dingen te doen. Waarmee je begint om de conditie te scheppen voor een betere wereld, voor een beter leven. Dus dat is die inspirerende leider die dus niet op een zetel zit ergens in een toren en van daaruit toch wel gaat vertellen van hoe het allemaal anders moet. Maar die inspirerende leider is de man die eigenlijk midden in die samenleving staat tussen al die mensen. Hij hoeft niet een stropdas om te hebben en hoeft niet in de mooiste pak zoals de huidige president overal zich begeeft. Maar dat hij in eenvoud is, zeer de mens. Hè? En door gelijk te zijn met de rest, wek je vertrouwen, creëer je vertrouwen. En ik denk dat jij ook die talenten hebt, zo zit jij ook in het leven. En ik zocht naar dat aspect van jou, dat jij zegt van: ik ben één met de mensen, want omdat ik weet wat de mensen doormaken op dit moment. En ik weet hoe ik met de mensen samen uit die moeras van ellende zou kunnen uitkomen. En dat is leefbaar tsunami, dat is de aanpak van de nieuwe leider. Ja, meneer Karteram, eigenlijk wou ik het niet zeggen, ja, maar ik etaleer dat ook. En ik ga dat met een voorbeeld aankaarten. Ja. Als mensen komen, dan roepen ze me voorzitter. Ik zeg: nee, ik ben geen voorzitter. Je kunt me gewoon bij mijn naam benoemen. Die mensen zeggen: nee, uit respect noem ik u voorzitter. Maar deze voorzitter, als er ergens een meeting is, gaat hij wel om stoelen te regelen. Hij gaat wel om de geluidsinstallatie te testen. Hij komt niet alleen als mensen er zijn, dan komt hij zitten, alhoewel ik dat mag. Maar ik doe het niet, ik geef het voorbeeld. Juist. Ik kijk ook naar grote leiders, meneer Karteram. Want ik wou het niet eens benoemen, hetgeen wat u benoemt, dat is de menselijke kant en niet de goddelijke kant. Want sommige mensen wanen zich een godheid. En dat is het verschil. Ik waan me geen godheid. Ik waan me geen almachtige. U ziet dat in de Surinaamse politiek is het zelfs zo dat de meest machtige man voor decennia lang in dit land op dit moment verworden is tot iemand die eigenlijk onvindbaar is.
Zo zal het ook met andere mensen gebeuren, om het zo uit te drukken. U bent vandaag president, morgen hoort u weer thuis in het rijtje van het volk, toch? Dat u een paar emolumenten, dus presidenten geniet vanuit de staat, daar gaan wij ook aan werken, meneer Carteram. Ja. Al dat soort dingen gaan komen te vervallen, want mensen pronken. Je vader is president geweest, of mijn vader is vicepresident geweest, maar ik kind die misschien pas 1 jaar was of 2 jaar, ik heb recht op een diplomatiek paspoort. Dus al dat soort onnozele dingen, die gaan verdwijnen, meneer Carteram. En een goede leider, die praat niet over de goede dingen. Hij doet het gewoon en mensen moeten dat zeggen. Ja. En ik geef het voorbeeld en ik heb het net benoemd met u. Iedereen die komt, schud ik de hand. Ja. Ik hoef niet te schuilen voor mensen. Ik help mensen. Ik doe mee. Ik ben misschien de eerste, maar ik ben wel de eerste onder de gelijken. En dat is belangrijk, meneer Carteram. Nogmaals, ik kijk niet naar etniciteit. Ik kijk niet naar gender. Ik kijk niet naar welke geaardheid of religie aanbidt. Nou is de angst de volgende verkiezing, hoor ik en lees ik hier en daar. De verkiezing zal zijn van Koolies en Blakamangs. Zodanig zijn de tegenstellingen geëscaleerd in het land, dat 25 mei de strijd zal gaan om etnische sentimenten, om etnische groeperingen. Hoe voorkom je dat uiteindelijk, heer Vissoudat, met Leefbaar, dat inderdaad het gevecht gevoerd zal worden op basis van of iemand een Blakamang is of iemand een Koolie is? Meneer Carteram, alleen het feit dat we dit onderwerp moeten bespreken, geeft aan hoe diep we gezakt zijn. Ja, want ik praat niet eens over Koolie Blakamang, ik heb het net al gezegd. En in de eerste verklaring die uitgekomen is, volgens mij is dat geweest in op SR Herald, ja. Afgelopen woensdag, ja. Is ook geschreven dat het bewonderenswaardig was dat de aanwezigen daar helemaal niet op etnische vlak iets hebben gezegd of hebben medegedeeld. Men weet dat het een rol speelt, maar wij, en ik was zeer blij met de aanwezigen en ze hebben me ook op dat gebied verrast, meneer Carteram, dat we het niet daarover hebben gehad. En u ziet het, alleen een kat in het nauw gaat dit soort dingen wederom op podia entameren. Ik geef een voorbeeld. De leider van de ABOK heeft gezegd, Afro-Surinamers moeten bundelen. De leider van de PL heeft gezegd, Wong Jowo, de Javanen moeten bundelen, want het is nu tijd dat ze zelfstandige regeer mag verwerven en niet meer met een partij hoeven samen te werken, om het zo uit te drukken. En u ziet dat daarna de voorzitter van de VHP gaat praten over Kulinanga Blakamang. Dat was niet nodig, want als anderen het doen, hoef jij het nog niet te doen. Wat je wel moet doen, als je dan weer verplaatst in de schoenen van president zijn, de staatshoofd van het land, vader des vaderslands, had je deze mensen direct moeten corrigeren. Je had ook moeten zeggen dat etniciteit niet meer, misschien is dit ook een van de dingen die we grondwettelijk moeten vastleggen, meneer Carteram, als politieke partijen zich gaan aanmelden om mee te doen aan de verkiezingen, dat etniciteit geen rol meer mag spelen. En zondigen mensen zich hier aan, dan worden ze gedisqualificeerd voor deelname aan verkiezingen. Wat denkt u daarvan? Ja, ik hoor wat je zegt. Dus zondig je als leider van een politieke organisatie aan etnische sentimenten en u gaat een bepaalde richting op die etniciteit aanwakkert, dan bent u ook niet een gegadigde kandidaat om mee te doen aan die verkiezingen. Misschien moet dat als een van de vereisten nu gesteld worden voor politieke partijen om deel te nemen aan die verkiezingen. Ja, maar ik denk dat we dan bij de basis zitten en dat we dit dan op een gegeven moment, het zal niet in 1 keer uitgeroeid zijn, maar dat we na een bepaalde tijd wel zover zijn om dat te doen. Ja. Een van de zaken die ook door ons gaat worden aangepakt is het aantal feestdagen die in dit land voorkomt. Hey Robert, voordat je daar naartoe gaat, meneer Santokki had het inderdaad in het licht van 75 jaar VHP, de tijd van Koolie en Blakamang, moet voorbij zijn. Maar heeft hij juist niet bijgedragen aan de verscherping van die etnische sentimenten?
is zeker zo, meneer Carteram. Een van de grootste aanwakkeraars op social media, want foto's werden uitbundig gedeeld op social media, was, en dat heb ik zelf mogen constateren, ik heb de Bromtjejari niet daar kunnen vastleggen, vaststellen op foto's die zijn vastgelegd. Bij de dankdienst. Bij de dankdienst, juist. Ja. Ik heb dat niet kunnen waarnemen. Misschien is het u gelukt met foto's. Nee, ik kijk er ook naar. Die foto is nu op mijn scherm en ik kijk er ook naar. Ik zie natuurlijk tussen de vele Hindoestanen, één of twee niet-Hindoestanen, maar echt een representatieve vertegenwoordiging van de Surinaamse gemeenschap zie ik niet in de zaal. Dus in die zin vind ik niet dat die Bromtjejari van hem terugkomt in zijn dankdienst. Dat klopt, want als je ook zegt dat je daadwerkelijk een Bromtjejari bent, ja, dan moet het ook in de gehele linie waarneembaar zijn. Nu ja. Is het nog steeds zo dat het voor de show is dat mensen van andere etniciteiten worden geplaatst. En van één zijde moet je soms denken, als je gewoon gaat denken als, hoe zeggen de mensen het hier in Suriname, als je een gangster verdachte hebt en een leider zegt, ik plaats mijn mensen, want ze moet de mam Yang toe. Dan denk je van oké, die man toont ballen door dit te zeggen. Maar dan is zijn visie duidelijk, hè, om het zo uit te drukken. Ja, maar had de president hem daarop niet moeten corrigeren? Natuurlijk, ik ga ervan uit, als iets niet goed is in het bestuurlijke, dan moet de hoogste autoriteit in het land zeker ingrijpen. Ja. Maar als jij zelf gezorgd hebt dat je op drijfzand een regering gaat formeren, dan had je al moeten incalculeren dat dit een van de grootste dieptepunten of een van de grootste omissies kan opleveren in jouw instabiele regering. Ja, maar heeft hij ook niet bij de formatie van zijn regering niet de voorwaarden gesteld om een brede afspiegeling van die samenleving in het kabinet terug te vinden? En dan als eis naar alle politieke partijen toe. Dus niet alleen maar, dus niet van, we hebben een Javaanse partij en een partij van de Marons en wij de Hindoestaanse partij. Nee, ondanks de drie diverse partijen moest dat toch wel een harde eis zijn als je staat voor Bromtjejari, toch? Dat klopt, meneer Carteram. Laten we de huidige regering even als voorbeeld nemen. Ja. En dan kan het volk ook zien dat er niks is veranderd. Ja. Kijken we naar de VHP, heb je binnen de ministers van de VHP, heb je een Japanse meneer zitten op ROM, ruimtelijke ordening. En je hebt een Dogla minister zitten op arbeid. Ja. Voor de rest zijn het allemaal hun Hindoestanen. Ja. Kijken we naar de ABOP, op sociale zaken na, waar de nieuwe minister is geplaatst. Zelfs, ja. Zijn het allemaal mensen van Maron of Afro-Komaf? Ja. Kijken we naar de PL, dat zijn beide mensen van Indische, dus Japanse Komaf. Ja. Dus u ziet dat in geen van die partijen heeft er een afspiegeling plaatsgevonden van die Bromtjejari. Ja. En dat is het punt, hè? Dat is het punt waarvan jij zegt leefbaar als wij aan de macht komen. Dan is de voorwaarde van ieder vorm van inrichting de afspiegeling van de samenleving. Uiteraard op basis van competenties, hè? Geschiktheid. Het is niet zo omdat je Javaan bent, Javaan moet zijn, dan pakken we ieder Javaan op straat en zetten hem op die stoel. Nee, we spreken af van een afspiegeling en we zorgen dat de right man of the right woman op die plaats komt met de juiste competenties. Dat klopt. Ja. En het mooie is, omdat onze strategie is, een partijbestuur zorgt alleen ervoor dat de partij kan deelnemen aan de verkiezingen en daarna een administratieve organisatie is, dus dat de organisatie in place is en up-to-date. En dat die politieke leiding eigenlijk verantwoordelijkheid draagt en daadwerkelijk ook het veld gaat besturen. En dat, daarmee voorkom je dat mensen die in het bestuurlijke van een partij zitten een claim gaan leggen. En daarmee voorkom je ook dat mensen die ondeskundig zijn en gaan zomaar door enkele functies gaan invullen die er niet bij horen. Ja. En
een van onze belangrijkste facetten, meneer Kartaram, is vernieuwing, verjonging. Dus je komt met een vernieuwing in de beweging, je komt met een vernieuwing in systemen, maar dat wil ook zeggen dat je met vernieuwing in leiderschap moet komen. Dat wil zeggen, ben je bij ons, dan kom je ook daadwerkelijk in een kweekvijver terecht, mocht je de competenties en ervaring nog niet hebben. Een van de drijfveren pilaren van de beweging is ook dat we mensen gaan trainen en begeleiden en coachen om daadwerkelijk leiders te zijn in de politiek. Want als u leider bent in een zorginstelling, wil dat nog niet zeggen dat u leider kunt zijn in de politiek, hè, om het zo uit te drukken. Dus daar moet je aparte competenties voor hebben. Nou, wat we ook gaan doen naast die verjonging, is dat we gendergelijkheid eigenlijk prevaleren. Met andere woorden, bent u vrouw en heeft u dezelfde kwalificaties en competenties als een mannelijke kandidaat, dan geniet de vrouw voorkeur, omdat we streven naar een 50-50 in bezetting in het bestuurlijke. Man-vrouw, dus ja. Dus dat is ook al één iets. Maar het belangrijkste is dat onderwijs, dat het grootste ministerie is van het land, en waar het een chaos is om het zo uit te drukken, dat er daadwerkelijk nu duidelijkheid gaat komen hoe het onderwijsveld eruit gaat zien. Het gaat duidelijk zijn en inzichtelijk voor de internationale gemeenschap, voor de nationale gemeenschap, voor de leerkrachten en de leerlingen. En in dat geheel, meneer Kartaram, gaat beroepsonderwijs een zeer belangrijke rol in spelen. Waarom? Suriname heeft behoefte aan beroepskader. Met andere woorden, je moet vakmensen ook in dit land hebben. Tegenwoordig wil iedereen arts, advocaat, president worden in dit land. Maar dat is niet wat een land vooruit gaat brengen. We hebben ook elektrotechnici nodig. We hebben die ingenieurs nodig, los van academici, hebben we dus die daadwerkelijke mensen nodig die in het veld gaan participeren. Als oil en gas straks komt, Suriname loopt nu al achter. Wat ik in 2019 had voorgesteld aan de huidige regering, om alvast opleidingen in Suriname te gaan accrediteren voor de gas en oil, heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Ja, je hebt PTC hier en NATIN en zo. Maar dat is niet afdoende om genoeg mensen klaar te stomen. We moeten de jeugd die van de lagere school afkomt, moeten we van daar al aan gaan begeleiden. Als het mensen zijn die liever buiten werken, die liever hun handen uit de mouw steken in plaats van denken, moeten we ze wel de ruimte geven. Want in Suriname bestaat nog steeds de perceptie, if you go naar VWO, dus als je naar het VWO bent gegaan en je hebt dat afgemaakt, ben je geweldiger dan iemand die misschien een MBO-opleiding heeft afgemaakt. Terwijl als die MBO'er er niet is, kan die academie ook niet werken. Ja. Dus daar zit ook een bewustwordingsproces die in deze samenleving moet gaan leven. Dus dat is niet alleen een kwestie voor volwassenen en kiesgerechtigde mensen waar we ons op moeten focussen. We moeten ons op die gehele samenleving focussen, meneer Kartaram. En wat wij willen dat de religieuze organisaties en de buurtverenigingen een zeer belangrijke rol gaan spelen en op zich nemen. Dus met religieuze organisaties moeten we dat onderwerp van waarden en normen gaan tackelen. Naast de school, die ervoor zorgt dat een kind dat ook meekrijgt en het gezin. Gaan kerken, religieuze organisaties ook een belangrijke rol spelen. Culturele organisaties zijn inherent hieraan. Maar buurtorganisaties moeten er ook voor gaan zorgen dat wij met een gezonde jeugd zitten, dat we weer de sporters van wel eer gaan creëren, want Surinaamse kinderen hebben talent. We moeten weer die buurtorganisaties in het leven roepen, waar sport een zeer belangrijke rol neemt, waardoor het budget die misschien straks voor het ministerie van Financiën beschikbaar gesteld wordt, gehalveerd kan worden. Duidelijk. Want heb je een gezonde samenleving, heb je dus ook minder zieke mensen. Ja, nou is dit een klus, hè, heer Vistudat Robert. We hebben nog 16 maanden te gaan naar 25 mei 2025. Dat betekent dat je dus heel hard aan de weg moet timmeren om gedachtegoed
van Leefbaar Suriname zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Heb je daar al een plan van campagne in je achterhoofd of op papier? Meneer Carteram, wij zijn al langer dan een jaar zijn we bezig om te timmeren aan de weg. Ja. Alleen hadden wij nog niet in gedachten wat het precies moest worden. Een partij, een beweging of wat. Want ik was eerst begonnen met die bewustwordingscampagne. Ja. En gelukkig heeft Passie van Suriname me daarin aangevuld. Hè? En we zijn samen strijders op dat gebied van de bewustwording. Ja. Maar wij zijn ietsje verder gegaan. We zijn daadwerkelijk naar de districten gegaan. En mensen, jullie weten inmiddels dat met het oude systeem van het districtenstelsel, dat we ons in 5 districten primair hadden gevestigd, maar dat dat uiteindelijk was uitgebreid naar 7, omdat para en coroni erbij kwamen. En toen kwam het evenredigheidsstelsel en wij moesten onze strategie gaan aanpassen. En inmiddels hebben wij dus meetings georganiseerd in alle districten. En komende zaterdag, dus morgen, gaan we ook naar Brokopondo. Om daar met de mensen te praten. En het is niet dat wij gaan zeggen wat moet gebeuren. Nee, we gaan de boodschappen halen bij de mensen. We gaan kijken wat leeft bij de mensen. En in het geval van Brokopondo, meneer Carteram, dan kunnen mensen ook snappen dat ik het niet met de mond alleen beleid, maar ook in de praktijk. Wij gaan naar Brokopondo en daar gaan we praten met vrouwenorganisaties. We gaan praten met stichtingen. We gaan praten met coöperatieve verenigingen die het kleinlandbouwerschap stimuleren. Ja. Dus waar huismoeders eigenlijk gemotiveerd worden om cassave te planten, bananen te planten, nappi. Dus zaken, huishoudelijke zaken zoals bijvoorbeeld kledingreparatie op te pakken. Sapsoorten te produceren, dus kleinschalig, maar wel productief, dat je elke dag geld in kas hebt om voor je kroos te zorgen. Ja, ja. Dus dan gaan we ook daadwerkelijk naar de velden om te kijken hoe die mensen doen, wat ze tekortkomen, want het hoeft niet altijd geld te zijn waarmee je moet inkomen, maar je kan ook met kennis en deskundigheid inkomen. Zeker. Dus als de mensen bijvoorbeeld, ik noem maar op, deskundigheid ontberen op het gebied van nieuwe landbouwtechnieken, dan hebben we een viertal ingenieurs op dit moment die in Suriname zijn en daadwerkelijk die mensen ook begeleiden. Dus daar ziet u ook al dat het niet altijd om geld gaat. Maar het meest belangrijke, meneer Carteram, is dat de mensen zich thuis voelen bij ons. Toch? We gaan en we gaan niet gewichtig doen. We gaan dus ook en we staan met ze in het modder. We praten met ze, we luisteren naar ze. We geven ze het gevoel van respect. Ja. We krijgen respect. En van daaruit gaan we bouwen aan onze verbintenis en onze samenwerking. Ja. Dus we beginnen klein en uiteindelijk moeten al die kleine eilandjes gaan leiden tot een grote olievlek. En tegen de tijd dat het zover is, dan gaat Leefbaar Suriname het besluit nemen van gaan we een politieke partij zijn of worden? En gaan we ook daadwerkelijk als Leefbaar de verkiezingen in of zeggen we nog steeds nee, onze gedachtegang is nog steeds eenheid, dus bundelen. En bij deze roep ik nogmaals al die politieke partijen op om die bundeling aan te gaan. Want we streven allemaal hetzelfde na welvaart en welzijn voor iedere Surinamer in dit land. Dus wat dat betreft qua gedachtegang zijn we hetzelfde. Waarom zouden we het in de praktijk niet doen? En beste mensen, op dit moment... Maar nu breng je ons een beetje op een dwaalspoor. Want we hebben het gehad over dat jij geen president wil zijn, maar premier. En we hebben het over regeermacht. Hè? En dus met de gedachte dat het al uitgemaakte zaak is dat Leefbaar aan de verkiezingen gaat deelnemen. Wat jij nu zegt, nou ja, dat betekent dat dat dus niet zo is. Nee, Leefbaar Suriname moet u zien als een beweging, meneer Carteram. Ja. En Leefbaar Suriname zijn politieke partijen. Ja. Pakbeweging, religieuze organisaties, vrouwenbewegingen, jongerenorganisaties, noem maar op, zijn vertegenwoordigd. Ja. Ook lotse burgers die apolitiek zijn. Ja. Die zijn vertegenwoordigd in Leefbaar Suriname. Dus je moet Leefbaar Suriname zien als een grote paraplu. Eén van die pijlers binnen die Leefbaar Suriname is politiek. En dat zijn politieke organisaties.
die politieke organisaties moeten zich dus ook bundelen in Leefbaar Suriname. Maar we kunnen niet met al die partijen de verkiezingen ingaan. Dus wat gaan we doen? We zeggen gewoon, laat zeggen dat we 10 partijen hebben. Van die 10 partijen wordt bij consensus gekozen welke naam we gaan gebruiken en welke bestuur de verkiezingen gaat leiden. Ja, ja. Oké. Nou ja, dus nu, dat is de verduidelijking. Hè? Dus Leefbaar is niet de partij die de verkiezing in zal gaan, maar Leefbaar is een parapluorganisatie die allerlei organisaties en personen bij elkaar brengt. En mogelijk dat bestaande politieke partijen zich ook scharen binnen Leefbaar. En dat uit die partijen dan gekozen wordt voor een partij waarmee jullie de verkiezingen in zullen gaan. Ik kan op dit moment verklappen. Ja. Vanwege de geheimhoudingsverklaring kan ik geen namen noemen. Ja. Maar ik kan op dit moment verklappen. Ja. Dat we meer dan 5 politieke organisaties hebben. Ja. Met wie we onder de paraplu van Leefbaar Suriname gaan werken. Dus die zijn er al. Het is nu een kwestie van dat die andere kleine partijen, maar ook grote partijen, zich gaan realiseren dat die bundeling noodzakelijk is. Oké. En is er ook een moment waarop jullie met een programma naar buiten komen? Ja. Wij hebben versterking gekregen. Ja. Binnen onze adviesgroep. En die versterking is deels ook vanuit diaspora gekomen. Ja, ja. En dat is mooi, want daarmee hebben we eigenlijk simulatie in denken al teweeg gebracht. Ja. En het is onze bedoeling, want nu doen we al die consultaties, en het is onze bedoeling, het moment dat de verkiezingscampagne losbarst, ja, zijn wij, omdat we geen politieke partij zijn, niet per se direct gebonden om daarmee te komen. Maar wij gaan ruim van tevoren komen, want het moment dat je aan die verkiezingen gaat deelnemen, moet je als politieke partij deelnemen. Ja. Nou, tegen die tijd hebben we dus eigenlijk al een naam en een partij die vanuit Leefbaar die verkiezingscampagne gaat coördineren. Dus dat is maar een onderdeel van Leefbaar, hè? Leefbaar Suriname. Ja, ja. En daar gaat dan concreet komen met een verkiezingsprogramma, meneer Kartaram. Ja. En een verkiezingsprogramma moet zich gaan vertalen in een regeerprogramma. En wij zijn een beweging die op dit moment nog geen regeerprogramma gaat samenstellen. Weet u waarom? Want dan gaan we elkaar dingen opleggen. Het moment dat we binnen zijn en we moeten met partners samenwerken, gaan we gezamenlijk een programma Maar opstellen. Je moet wel een partijprogramma hebben, toch? Met je gedachtegoed en wat de targets zijn, wat zijn doelen zijn. Nee. Dus dat is wat ik even weer wil duidelijken. Ja. We beginnen met een verkiezingsprogramma. We zeggen wat we willen en hoe we het gaan doen. Ja. En de nieuwe manier, om het zo uit te drukken. Precies. Maar het moment dat je dus zetels hebt behaald, dan kom je met dan ga je ook samenwerken. Je gaat een coalitie vormen. Ja. En die regeerprogramma moet een programma zijn van de coalitie. Want anders ga je weer scheve gezichten krijgen. Ja, maar oké. Dus maar voor de helderheid naar de kiezers toe, die moeten toch al van tevoren weten waar jullie belang bij hechten, wat de speerpunten zijn en welke aandachtsgebieden jullie willen aandoen en hoe jullie dat willen gaan doen. Dat is toch belangrijk? Ja. In principe weet iedereen wat gedaan moet worden in dit land. Dus dat is een beetje achterhaald om het zo uit te zeggen. Maar mensen willen duidelijkheid. Dus wij gaan die duidelijkheid ook zwart op wit aan die mensen geven door middel van een verkiezingsprogramma. En dan kunnen mensen kiezen op basis van die verkiezingsprogramma. Ja. En het moment dat je binnen bent, dan gaat u kijken hoeveel zetels u heeft, wat uw positie is binnen die coalitie en hoe u gaat onderhandelen. Wij gaan dus niet in 3 dagen of 5 dagen een regeercoalitie samenstellen. Ja, dat is mensen voor de gek houden. Ja, maar dat is even iets te snel. Hè? Het gaat om dat je toch aan de mensen... Kijk, die arme boer die wil van tevoren weten wat Vishnu dat voor hem wil doen, toch? En dat weten kan hij doen door te lezen in het programma. Oké, ik ben een boer in Nikeri en ik heb water nodig en ik heb goedkope grondstoffen nodig.
Hoe gaat Vishnu dat zorgen dat ik uiteindelijk goedkoop, toch wel tegen lage kosten, een zo hoog mogelijke productie kan bereiken? Dat wil die man zien, toch? Dat snap ik. Ja. Dus wij hebben een verkiezingsprogramma. Ja. En die verkiezingsprogramma is dat landelijk uitgemeten. Dus laat zeggen, we komen daar met 10 punten. Ja. Want we kunnen niet met 100 punten komen. We komen met 10 belangrijkste punten. Ja. En gaan we naar de districten, want we hebben gezegd, decentralisatie is een van die 10 punten. Hè? Ja. In die decentralisatie hoofdstuk wordt dat per district verder uitgewerkt. Waar landbouw een zeer belangrijke rol vervult in Nikeri, zal mijnbouw dat zijn in Brokopondo. Snapt u dat? Ja, nee, dus we kunnen niet hetzelfde per regio gaan neerzetten. Nee, wij gaan ook die betrokkenheid van die mensen lokaal nodig hebben. Hè? Ja. En we gaan ze er ook bij betrekken. Dus nogmaals, Leefbaar Suriname gaat slechts het raamwerk opstellen. Precies. En mensen gaan hun local content zelf moeten invullen. Want zij moeten het gaan invullen, realiseren en daadwerkelijk gaan oppakken. Dus u ziet het, ik heb het al eerder gezegd, de rol van de centrale overheid wordt met de dag kleiner bij ons. Straks willen mensen niet eens minister en president worden in dit land, om het zo uit te drukken. Ja. Want wij streven naar een zeer productieve sector in de private sfeer, waar ondernemerschap zeer belangrijk is. En wij beginnen met het klein- en middenbedrijf eigenlijk te stimuleren. Okay. En als multinationals straks het land binnenkomen, omdat je dus wetgeving in place hebt, rechtszekerheid, veiligheid, gezondheidszorg en ga zo maar door. Dan pas kunnen we met die grote jongens praten. Als je nu met een brokken per nasi zit, heeft het toch geen zin om te focussen op 150 investeerders die met miljarden komen? Niemand gaat komen, meneer Kartaram. Snap het. Dus laten we het eerst met eigen mensen doen. Geloof in eigen kunnen. Dat is een zeer belangrijke om het zo uit te drukken. Mensen moeten het geloof hebben dat we het kunnen. Want als het Surinaamse volk zo veerkrachtig is dat de Jan Pina Solanga, dan kunnen we ook even dat omkeren en zeggen, oké, we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten en we gaan vooruit. Want als het aan mij ligt, meneer Kartaram, ga ik voor een tweepartijenstelsel in dit land, links of rechts? Snapt u? Allama en Bari, ja, ik wil het beste voor de Surinamer. Maar als ze eenmaal binnen zijn, doen ze wat ze willen. En als we gewoon duidelijkheid hebben, links of rechts, dan kan het volk makkelijker kiezen. En is het misschien voor Leefbaar Suriname ook makkelijker om die verandering te brengen. Want als je op zo'n manier gaat samenwerken, stel dat die Leefbaar Suriname daadwerkelijk die derde blok, dus die middenblok wordt. En het is gebleken in 1987 toen 41 zetels gehaald werden. En wij zijn in staat om 34 te halen, zelfstandig of met coalitiepartners, dan wordt die grondwet, beste mensen, direct aangepakt. Okay. Dus je gaat bij die basis moeten beginnen, meneer Kartaram, om dat bestuurlijke eigenlijk te veranderen. Snapt u dat? Duidelijk. En ik hoop dat de burgers dat ook snappen. Dus het is een hell of a job, maar onelaat brevi, want we hebben eenmaal het mes erin gezet en we gaan door. Oké, veel werk te verzetten, in die zin naar 25 mei 2025. En even voor, ik krijg appjes binnen. Ik denk, nou ja, wat moet ik ermee? Maar laten we toch die vraag stellen. Ben je nog lid van de VHP? Meneer Kartaram, ik ben nog lid van de VHP, maar binnenkort komt die verrassing, beste mensen. Ja. Waarom? Laat me een tipje van de sluier lichten. Kort. Ik heb nog een zeer belangrijke achterban binnen de VHP. Mensen die zich herkennen in wat ik nastreef. Ja. Als mensen, en ik nodig die mensen uit, want de man zegt dat ik aan mijn VHP eten. Mensen, gaan even de statuten, het huishoudelijk reglement, de missie en de visie van de VHP lezen. Dan gaat u zeggen van, nou Ben, nou zeg, dat is iets wat we zoeken. Dat klopt, want dat is zuiver. En daar heb ik voor gekozen. Als nee, maar even nu, los daarvan, ik bedoel, niemand twijfelt aan jouw beweegreden om lid te zijn van de VHP. Maar als je kiest voor een nieuwe koers, hè, waarbij je zegt de oude politiek is niet meer zeg maar wat het moet zijn. En dus verandering kan je alleen maar door een nieuwe beweging neer te zetten met integere en competente mensen onder de naam Leefbaar.
Ja, dan schept het duidelijkheid als je zegt, oké, daar kies ik voor. En ik, ondanks het feit dat je misschien statutair je kunt vinden met de doelstelling van de VHP, maar dat voor de helderheid en de duidelijkheid, je dus kies voor het een en het ander achter je laat. Op een gegeven moment gaat dat ook ophouden, dat Ja, sowieso. ja. Ik laat me het volgende zeggen. De grote partijen hebben me uitgenodigd al een tijd geleden vorig jaar om met ze te praten. Ja. En ik heb gesprekken met ze gevoerd en die Ja. gesprekken zijn succesvol. Ja. Het jammerlijke is, waar ik de VHP niet uitsluit voor die nationale eenheid, want die Leefbaar Suriname streeft nationale eenheid na, is het bestuur van de VHP tot nu toe niet in staat gebleken mij uit te nodigen of ons uit te nodigen voor een gesprek. Ja, dus. Dus dat geeft al aan, ja, dat wat ze zeggen niet klopt. Maar Vishnudat heeft nog het geloof dat hij ze misschien zo ver kan krijgen. En als ik ze zo ver krijg en ze willen onderdeel worden van die nationale eenheid, ja, dan hebben we minder obstakels te overwinnen in de strijd naar ons einddoel. Dus Ja. dat is ook een van de redenen, Maar is beste het niet een mensen. risico schaken op twee borden? U zou toch juist op één bord moeten schaken? Nee, ik schaak nog steeds op één bord. Leefbaar Suriname heeft één agenda. Oké. Maar wat ik hiermee zeg is dat we de VHP ook niet uitsluiten om deel te nemen aan Leefbaar Ja, Suriname. maar Die eenheid. zie je Santokki dat doen? En zijn andere bestuursleden, die zien jou meer als een verrader, als iemand die toch wel de partij, nou ja. Een trap nageeft. Dus ik heb niet de indruk dat zij staan te springen om met de Leefbaar van Vishnudat iets te gaan beginnen. Dat is toch een Juist, illusie? dus de top van de VHP, Ja. die zal dat wel zeggen. Ja. Maar de daadwerkelijke achterban zegt wat anders, want de daadwerkelijke achterban wil zaken zien die Vishnudat aankaart. Die friends and family gedachten niet wil zien. Ja. Die deskundige mensen wil zien. Sommige mensen en iets Ja, maar wat puntje, Leefbaar maar Suriname. meneer Vissen, dat puntje bij paaltje zijn al die mensen die dat allemaal niet willen zien en inderdaad iets anders willen. Ik bedoel, kiezen uiteindelijk voor zichzelf als er belangrijke besluiten genomen moeten worden. En dat is dus machtsbehoud, positiebehoud en toch wel bestaanszekerheid voor hen. Daar gaat het uiteindelijk om. Daar moet ik u gelijk in geven. Ja. Die betrouwbaarheid bij Surinaamse politici is Ja. ver te zoeken. Ja. Ik kan zelf aangeven dat iemand die nu minister is in de huidige coalitie in der tijd tegen me gezegd heeft, ik sta aan uw zijde Ja. en ik herken me niet in het beleid van de huidige president en ik zie ook geen aanknopingspunten hoe ik met hem moet samenwerken. Ja. En die beste meneer is op dit moment minister in het Ja. kabinet van deze president. Dus dat geeft ook al aan, sorry, hoe het zit. Ja, Maar oké. mensen moeten niet vergeten, een bestuur in een partij is voor tijdelijk. Als leden daadwerkelijk voor verandering gaan, gaan ze ook die omwenteling teweeg moeten brengen. Want ik heb nog steeds geloof in dat er rechtgeaarde VHP'ers zijn die ervoor kunnen zorgen dat we een daadwerkelijke VHP-bestuur kunnen neerzetten die gaat nastreven wat zo'n partij wil nastreven. Dus dat is wat de VHP betreft. Maar Ja. beste mensen, als het nodig is dat Leefbaar Suriname dit wenst, of dat de samenleving dat wenst, een lidmaatschap is per dag op te zeggen. Ja, nee, maar voor duidelijkheid. Het gaat om dat de mensen willen weten wat ze in hun bord hebben. En vooral als je kiest voor toch wel een nieuwe beweging met een nieuw LA, dan moeten mensen die daar toch wel. De leiders zijn naar de achterban helderheid scheppen. Daarom die vraag. Dan tenslotte nog één laatste en dan kort. Surinaamse wetgeving beknot natuurlijk wie in de actieve en de passieve zin politiek actief mogen zijn. Je hebt het net zelf gezegd, mensen met een Nederlandse nationaliteit, die kunnen dus niet in het parlement nog in een andere bestuurlijke functie plek innemen. Zover mij bekend, heb jij nog de Nederlandse nationaliteit? Is dat ook iets waaraan je nu gaat werken? Voor de leek is dat zo. Ik heb in een van mijn eerdere interviews gezegd dat ik ook een Surinaams paspoort heb. Die is verlopen. Dus sorry, die moet ik gaan verlengen. Voor zover dat
wettelijk nog mogelijk is. Ja. Dus wij gaan kijken. En we gaan niet onder stoelen en banken schuiven. En de praktijk heeft bewezen dat mensen die directeur zijn geworden bij staatsolie in één dag Surinamer zijn geworden. Ja. Mensen die minister zijn geworden of ambassadeur in één dag Surinamer zijn geworden. Governors van de centrale bank zijn in één dag Surinamer geworden. Ja, maar daar ben jij geen voorstander van, toch? Jij bent juist nee, iemand die zegt van wetten en regels moeten gelden voor iedereen. En je moet, ik bedoel, dat wat er gebeurt volgens de incorrecte, zeg maar, toepassing van wet en regelgeving, dat wil jij natuurlijk juist daarmee breken. Juist, dus als het noodzakelijk is, dan zal ik die stap zetten. Ja. Maar nogmaals, kijk nu naar andere landen, want Suriname is niet een topper wat dat betreft. Kijk nu naar andere landen waar diaspora daadwerkelijk miljarden terugbrengt naar hun eigen land, Marokko, Turkije. En dat is gewoon geaccepteerd door Nederland. Dus waarom zouden wij dat niet doen? En andere landen. Nee, maar, waarom maar, zouden dat, wij dat niet doen? Maar dus dat is discussiepunt niet. Dat is dat het nu door de wetten, door de lokale wetten, de grondwet dat verbiedt, neem ik aan. Dat... Nee, meneer Kataram, dat is een stukje naïviteit die u nu etaleert. Vertel. Heel simpel. Surinaamse voetballers van Surinaamse kom af. Ja. Die spelen toch in het Surinaamse elftal. Die hebben toch ook die Surinaamse nationaliteit. Denkt u dat die jongens die Nederlandse nationaliteit hebben opgezegd? Nee, er is laatst een korfbalvereniging onder Surinaamse vlag heeft deelgenomen aan de kampioenschappen. Die hebben toch ook de Surinaamse nationaliteit, anders kunnen ze niet onder de Surinaamse vlag. Oké, dus Surinamers mogen dubbele nationaliteit hebben. En de Surinaamse en de Nederlandse nationaliteit. Als je praat over recht voor één, dan is het toch ook recht voor alle. Dus als deze mensen het wel kunnen krijgen, waarom kan de rest van het Surinaamse volk en de rest van diaspora dat niet krijgen, dubbele nationaliteit? Nou ja, als ik morgen Surinaamse nationaliteit aanvraag, wordt het geweigerd. Dus... Dat is, en dat is wat ik tegen u zeg, want iedereen zit te gillen, recht voor één, recht voor alle. Ja. Maar u ziet, dit is een mooi voorbeeld dat dat gewoon niet klopt. Dus dit is iets wat we moeten loslaten. We moeten naar die moderne globalisering van de wereldpolitiek. En daar hoort een dubbele nationaliteit bij. Ja. Dus als mensen nu ook inzichten hebben die ze willen delen op het gebied van die dubbele nationaliteit. Dan zou ik zeggen, deel het met de samenleving, deel het met ons. Even voor de beantwoording van de vraag, we moeten gaan afronden. Jij hebt en de Surinaamse nationaliteit en de Nederlandse nationaliteit. Je hebt ook twee paspoorten, zeg jij. Alleen die Surinaamse paspoort moet je nog verlengen. Ja. Oké. Nou ja. En dat biedt jou de ruimte om inderdaad mogelijk actief deel te nemen aan de verkiezingen straks. Meneer Kartaram, mijn persoonlijke doelstelling is dat ik een beweging op gang wil brengen. Dat ik de Surinamers duidelijk wil maken dat het niet tijd is voor anders. En als er straks een jonge leider opstaat die dit kan overnemen van mij, dan ben ik heel blij. Want zelf heb ik niet zoveel zin hierin. Maar iemand moet het doen. Ja. Dus daarom heb ik het ook opgepakt. En ik pak het op met alle tijd en energie die ik ter beschikking Precies. heb. Dus maar goed, jij investeert erin. Jij weet waarmee je bezig bent, hè? En ik heb niet de indruk dat vandaag of morgen iemand opstaat en zegt, ik ben in die omstandigheid dat ik inderdaad mijn nek kan uitsteken. Iedereen denkt aan, wat betekent dat voor mijn broodwinning? Hè? We weten dat. Jij hebt dat niet gelukkig. En dus kan jij dus die stap zetten. En dus, jij zal toch wel de man zijn die de kar moet trekken. En die ook uiteindelijk die rol op je moet nemen. En je bent ook gepassioneerd. Jij weet waarom je het doet. Jij hebt een bepaald ideaal die je met dit streven wil realiseren. Dus laat dat vooral zo zijn en laat dat ook zo blijven. Alleen, ik stel deze vragen om toch wel jou er aan te sturen, om vooral die randvoorwaarden die dat mogelijk moeten maken, als dat een knelpunt is om daar nu aan te gaan werken. Daar gaat het om. Zeker. Snap je? Ja, daar ben ik me terdege van bewust, meneer Kartaram. En ik wil nog één voorbeeld aankaarten, waar mensen kunnen zien dat ik een echte moderne leider ben. Toen de Surinaamse Denktank door mij werd opgericht, is het eerste bestuur niet het voorzitterschap geweest van Vishnudat. Vishnudat heeft ervoor gewerkt dat een jonge potentiële kandidaat het voorzitterschap op zich heeft genomen, had genomen. Nou, dus u ziet het gaat mij niet om ego
en om te tonen en te bewijzen. Daar twijfelen niet aan, daar twijfelen niet aan. Daar twijfelt volgens mij niemand aan. Maar voor het proces en voor de mensen die thuis luisteren, is het wel fijn om wat helderheid te krijgen. En ik stel die vragen op het laatst, omdat die vragen ook aan mij voorgehouden zijn. Het is ook goed om dat verduidelijk te hebben, zodat de mensen die dit horen daarmee ook terug kunnen gaan naar hun familiefeest vanavond of morgen en kunnen zeggen van nou, ik heb het gehoord. En die Vishnudat is best wel een man die weet waar hij mee bezig is en die op dat punt van mogelijk wat blokkades zijn van nationaliteit en dat soort van onzin en lidmaatschap, dat hij daar een visie op heeft. En dat gaat hij zus en zo uitwerken. Dus daar is die vraag voor bedoeld geweest, Stef. In het weekend, bij de verjaardagen, worden dit soort van gedachten uitgewisseld en daarom dus die vraag. Ja. Broeder Vishnudat, ik moet echt een punt nu achter zetten. Ik dank jou voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met jouw missie. Ik vind het een goede zaak dat jullie in Suriname bewustwording op gang krijgen, bewust tot stand brengen. En dat de mensen inderdaad gaan kiezen op inhoud en kwaliteit. En zich vooral losmaken van die decennia lange slavernij. Hè? In de tijd van de kolonialist waren ze slaven van de kolonialisten. Maar sinds de onafhankelijkheid zijn ze slaven geworden van hun eigen mensen. Van hun mensen die op hen lijken. Of het ook Kriolen zijn, Hindustanen zijn, Javanen. Want die houden ze onder de duim, die knechten ze. En ze moeten zich daarvan gaan bevrijden. En ik denk dat die schone taak bij jou ligt om dat doel te verwezenlijken. En jouw mede, zeg maar, geestverwanten. Dat klopt. Ik wens je heel veel succes met je klus, met je missie. En daar waar nodig, zullen we zo vaak als kan op de radio brengen. Om je verhaal te doen, om de mensen te vertellen waar je bent, wat je doet. En hoe ver je slaagt met je missie. Zodat inderdaad dit verhaal breder, in de samenleving kan gaan wortelen. En dat uiteindelijk tot resultaten gaat leiden. Heel veel succes nogmaals en bedankt voor het gesprek. Dank u wel, meneer Kartaram. U een fijne dag en de luisteraars ook. Dank u wel. En we gaan hiermee, lieve mensen, afronden voor vanavond. Inmiddels 53 minuten over 6. In verband met verplichtingen elders. Moet ik het ook hierbij laten? Het is vrijdagavond, hè? En dan heb je heel wat verplichtingen na te komen. Af en toe probeer ik mij daarvan te onttrekken, maar soms lukt het niet. En vanavond gaat het ook niet lukken. En niet dat ik daar moeite mee heb. Ik vind het hartstikke leuk. Met mensen samen zijn. Gezellig. En dat ga ik ook vanavond doen. Voor de mensen die nog moeten eten. Smakelijk eten toegewenst zo direct. Morgen en overmorgen zijn we er niet live. Maar je kunt luisteren naar de herhalingen. Van deze dagen opgenomen programma's. Aanstaande maandag in de ochtend ben ik weer op de radio. Om 9 uur, lieve mensen, live. Tot dan. U een goed weekend.